Goedenavond. Ik ben Tom Lanois. In deze stad, Amsterdam, in 1936 werd een boek gepubliceerd bij Querido Verlaak. Een boek van Klaus Mann, de zoon van Thomas. Een boek dat heet Mephisto, de roman van een carrière. In 2006 mocht ik van dat boek voor Toneelhuis Antwerpen en Guy Cassis een bewerking maken. De bewerking heet Mephisto Forever. Het gaat over een toneelspeler. In het echt heette die Gustav Gründgens. Bij ons heet die Kurt Köppler. En ook de namen zijn voor de rest een beetje veranderd. Maar u zult wel begrijpen dat als er staat de dikke, een generaal Vlier, onder andere minister van cultuur en rechterhand van de fascistische dictator, dat het dan gaat over Göring. Ik lees u de afscheidsspeech, de zwanenzang, wanneer hij het oorlogskabaal dichtbij hoort komen in het theater. Alles speelt zich in het theater af. En zijn speech is volledig opgetrokken uit citaten die ik van hem gevonden heb. Eentje zit niet in de speech, is een motto bij het boek. Het volk kan altijd onder de knoet van zijn leiders worden gebracht. Alles wat je moet doen, is hun vertellen dat ze worden aangevallen. En de pacifisten ervan betichten dat ze patriotisme missen en zo het land blootstellen aan een nog groter gevaar. Zo werkt het in ieder land en in elke tijd. Dat zei Göring tijdens zijn proces in Nuremberg. Nu naar het stuk. De dikke komt op met zijn Browning-pistool in de aanslag. Kom mij halen. Kom. Mijn Browning heeft 13 patronen. Ik neem er 13 van jullie met me mee. Ik neem heel mijn volk mee, als het moet. Een nekschot kan een vorm van liefde zijn. Want als we jullie al niet kunnen overleven, jullie reetkevers, kapitalisten, negers, joden, levende doden, dan zijn we ons bestaan niet waard. Wat niet belet dat we met moed en trots ten onder zullen gaan voor het oog van heel de wereld. In vuur en vlam. Voor vrijheid en voor eer. Wij weten wat winnen is. Zelfs in de nederlaag. Wij zijn verliefd op lijden. Begrijpen jullie dat nog niet? Wie zijn waarde weet en zijn geschiedenis kent, zoals wij, die kan alles dragen. Vernederingen, slagen, uitsluiting, honger, boter. Wij hebben geen boter nodig, wij hebben kanonnen. Zolang we kanonnen kunnen maken, hebben we geen boter nodig. Vuurkracht geeft gezag. Boter maakt vet. Boter is voor het lijf wat ideologie is voor de geest. Ik ben nooit bij mijn partij gegaan vanwege het ideologische gezever. Onze politiek was afkeer van de politiek. Ik ben bij mijn partij gegaan omdat ik een revolutionair ben. Ik ben revolutionair. Tot de dag van vandaag, wel, kom mij halen. Schiet de ware revolutie overhoop. Dood mij. Kroon mij tot icoon, beloon mijn missie met zo'n apotheose. Wie levenslang in een gevangen moet zitten, wordt nooit de martelaar die hij kan zijn met een paar kogels in zijn kop. Nooit zal ik mij levend overgeven. Er volgen nog eeuwen en eeuwen op die van ons. En ooit komt de dag dat ons land de leiders veroordeelt die zijn overgave tekende, dat nooit. Ik teken niets. En wat de dood betreft, daarvoor ben ik al niet meer sinds mijn 12e bang. Wat is het waard een paar jaar langer leven? Een paar jaar lange pissen van voor en schijten langs achter. Dat is leven als we moeten leven zonder onze droom. Er komt een generatie die dat zal begrijpen. En die opnieuw zal knokken voor haar nationaal belang. Dus pak jullie schone, mooie principes, jullie spijtcultuur, jullie scheiterig berouw, de hele democratische sante kraam en steek ze in je reet. Ik blijf wat ik altijd ben geweest. Een renaissance mens. Kom aan. Schiet hem neer.
Schiet mij neer, het is jullie laatste kans. Maar wie mij ook durft neer te leggen, moet weten. Hij schiet op de geschiedenis. Goed of kwaad. Ik ben een historische figuur en hij die schiet, is niemand. Hij is niets. Ik sta boven hem. Ik sta boven jullie. Een geweten heb ik niet nodig. Ik heb een geweten. Eén geweten. Eén eer. De trouw aan mijn Führer. Wat wil een mens nog meer? Hij steekt de Browning in zijn mond, haalt de trekker over, zijgt knullig neer. Het oorlogskabaal stopt. Dank, Tom Lanois. Goedenavond, welkom allemaal. Welkom bij het gesprek voor de Dam. Mijn naam is Jante Mosselman, ik ben programmamaker hier in de Bali. En ik organiseer deze avond samen met Bo Tarenskeen en Jair Stranders van Theater Na de Dam. Het is vanavond de 8e keer dat we dit gesprek voeren. Maar u kunt ook zeggen dat we inmiddels 8 jaar met elkaar en met wisselende gasten over dit onderwerp in gesprek zijn. Vanavond is echter extra bijzonder en dat komt omdat Frans Timmermans te gast is. Ontzettend fijn dat u er bent. Het is een eer. Het is een onderwerp dat hem zeer aan het hart gaat. En dat blijkt onder andere uit dat hij al deelnam aan een nagesprek bij Theater Na de Dam in 2011, geloof ik. Toen dit initiatief nog ontzettend klein was. Als u afgaande op de berichtgeving in de media denkt dat we hier vanavond een heel heftig en zeer gepolariseerd debat gaan voeren, dan moet ik u helaas teleurstellen. Want er zijn hier inderdaad debatten, maar ook heel vaak gesprekken. We onderzoeken samen dingen, we luisteren naar elkaar. En het liefst doen we dat in combinatie met theater of kunst. En wat dat betreft denk ik dat Gesprek voor de Dam exemplarisch is voor wat we hier doen. We praten met kunstenaars, met politici, met schrijvers, met filosofen en andere denkers. En natuurlijk ook met u. Aan het einde van dit programma, maar ook heel graag aan de bar voor de derde helft. En vanavond natuurlijk, dat is ook belangrijk om te vertellen, doen we dat niet alleen met de heer Timmermans, maar ook met Gaia Palak en met Tamar de Waal. En Tom Lanois zal nog een keer voordragen. Ontzettend fijn dat jullie hier allemaal zijn. Ik leid deze avond niet, dat doet Leonard Boy. Dus ik geef het woord graag aan hem. Jante, dankjewel. Goedenavond allemaal, fijn dat u er allemaal bent. En inderdaad, een avond aan de vooravond van 4 mei. Die nu voor de 8e keer hier in de Bali plaatsvindt, samen met de mensen van Theater Na de Dam. Tom, je hebt gezorgd voor mosterd voor de maaltijd. Je hebt meteen een stevig tekst uitgesproken die je schreef in 2006, zei. Ja. Dus het is al echt een tijdje geleden. Maar nog steeds, als ik denk aan alles wat er tegenwoordig geroepen en gezegd wordt, heel actueel. Je komt straks nog een keer terug, zoals gezegd. Frans Timmermans, fijn dat u er bent. U was medeopsteller van de Europese Grondwet toen u in de Tweede Kamer zat. U bent oud-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Tegenwoordig de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. En natuurlijk een hartstochtelijk pleitsbezorger van een Europese Unie gebaseerd op waarden. En daar gaat u zo meteen in uw speech ook dieper op in. Gaia Palak, kunstenaar, schrijver. Die nog niet zo lang geleden een heel bijzonder boek heeft gemaakt. We hebben het hier ook op tafel liggen. De man die geen hekel had aan Joden. Waarin ze eigenlijk reflecteert op een ander boek wat daarvoor werd uitgebracht. Over een NSB'er die werd geneutraliseerd, zou je kunnen zeggen, door zijn eigen dochter. En daarvoor klom ze in de pen, deed ze gedegen onderzoek. En werd eigenlijk dit boek een ode, een aanklacht een ode aan preciesheid en een aanklacht tegen wat we zijn gaan noemen nivellering, om het met Eveline Gans te zeggen. En we gaan daarover doorpraten. Is dat dan een van de alerte waarden die we nodig hebben in de discussie over de ontwikkeling van Europa? Tamar de Waal, je naam klonk al even, rechtsfilosoof. Je bent ook docent aan de Amsterdam School of Law hier in Amsterdam. Jij schreef dit jaar het essay tussen kwetsbaarheid en weerbaarheid voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei over burgerschap. En
Ook daar praten we over door. Met andere woorden, we maken er een complex en ook best wel meervoudig gesprek van. Wat ingaat dus op het belang van waarden, het belang van de rechtsstaat. Het belang ook van wat we kunnen leren vanuit het verleden, maar ook de preciesheid en de zorgvuldigheid die er vandaag de dag bij nodig is om dat nog steeds goed te kunnen begrijpen. En we proberen die dingen met elkaar te vervlechten in dit gesprek aan deze tafel. Met als reflectie Tom die nog één keer terugkomt als dat aan het einde van de avond nodig is. En we geven u natuurlijk straks ook de mogelijkheid om vragen te stellen. We zijn vanavond ook bij elkaar natuurlijk aan de vooravond van dodenherdenking, omdat er ooit is gezegd, net na de Tweede Wereldoorlog, dit nooit weer. Maar hoe zorg je er nou voor dat dat inderdaad nooit meer gebeurt? Hoe merk je nou zelf dat het de verkeerde kant op gaat? Of dat er dingen gebeuren die eigenlijk het kwaad weer in huis halen? En wat doe je dan? Wanneer grijp je in? En wie doet dat dan? En het is goed, denk ik, om even één quote van Viktor Frankl te citeren, die achter in het boek van Gaia is opgenomen. Alles kan van iemand worden afgenomen, behalve één ding. De laatste van de menselijke vrijheden. En dat is dat iemand in alle gegeven omstandigheden kan kiezen welke houding hij aanneemt. Elk moment is een keuze. En wat ons betreft is deze quote ook de leidraad voor vanavond. Ik stel voor, Frans Timmermans, dat we naar uw verhaal gaan luisteren. Gaat uw gang, Frans Timmermans. Goedenavond. Fijn dat ik hier mag zijn vanavond. Een onderwerp dat mij nou aan het hart ligt. Begin van de maand mei is ook in overdrachtelijke zin een jaarlijks begin om bij stil te staan. 1 mei, dag van de arbeid, waarbij we herdenken dat we in 1890 gingen strijden voor de 8-uurige werkdag. 2 mei herdenken we de slachtoffers van de Holocaust. 4 mei de oorlogsslachtoffers in Nederland en 5 mei vieren we de bevrijding. 9 mei vieren we de Europese eenwording, die toch in mijn ogen nog steeds het meest succesvolle antwoord is op de neiging tot zelfvernietiging die wij Europeanen vaak aan de dag hebben gelegd. Het is steeds een klus al deze herdenkingen vers te houden. En dit is een van de meest inspirerende initiatieven, dank daarvoor, die ons in ieder geval aanzet tot reflectie en tot dialoog. En niet alleen maar tot steriel herdenken. Zoveel tegenwoordig is vanzelfsprekend. Het is onze verantwoordelijkheid herdenkingen vers te houden, om de boodschap en belofte ook aan onze kinderen en kleinkinderen door te geven. Vandaag genieten werkgevers arbeidsvoorwaarden waar onze grootouders zich geen voorstelling van konden maken. Daar hebben ze hard voor gevochten. Wij kennen al bijna 75 jaar vrede en vrijheid. Daar hebben veel mensen hun leven voor gegeven. En we leven al meer dan 60 jaar in een verbond met onze buren en onze overburen. Zodat er diplomaten aan tafels ruzie maken en geen soldaten in loopgraven. Wat betreft gezondheid, wat betreft een dak boven je hoofd, wat betreft inkomen, opleiding en pensioen, hebben niet eerder zoveel Nederlanders het zo goed gehad. Dat betekent niet dat er geen uitwassen zijn of dat er geen mensen achterop zijn geraakt, want die zijn er. En het dreigt nu weer mis te gaan als gevolg van de 4e industriële revolutie. Te veel mensen raken nu weer achterop. Dat is een van de oorzaken van de groei van tegenstellingen in de samenleving en ook de groei van haat. Maar we hebben wel enorme sprongen gemaakt in de afgelopen eeuw. Werken, wonen, trouwen, kopen, verkopen, produceren en reizen in een heel continent waar geen binnengrenzen meer zijn. Het gebeurt regelmatig, weet ik nog uit vorige activiteiten, dat Nederlanders ineens de buitengrens tegenkomen van de Europese Unie en dan geen paspoort bij zich blijken te hebben, want dat hebben ze toch niet meer nodig in Europa. Tastbaar voorbeeld vind ik van hoe diep het Europees zijn al in ons onderbewustzijn is ingetreden. Denk alleen maar aan het Erasmus-programma waar nu meer dan 1 miljoen jonge Europeanen aan hebben deelgenomen. En als het aan ons ligt, gaan we dat uitbreiden, zodat alle jonge Europeanen eraan mee kunnen doen. Ook als ze niet op een universiteit of een hogeschool zitten. Het heeft een nieuwe generatie van Europeanen voortgebracht. Die niet los zijn gezongen van hun eigen cultuur, maar die meer begrip voor andere culturen en andere landen hebben opgebracht. Dus in die zin, wat de Tweede Kamer ook zegt,
Een ever closer union is een realiteit. En zelfs al zou je het uit het verdrag schrappen, Europeanen groeien naar elkaar toe. Maar het zijn verworvenheden die nog geen eeuw oud zijn. Op de tijdlijn van onze geschiedenis is onze vrede, veiligheid en voorspoed maar een heel klein streepje. En toch vinden we het de gewoonste zaak van de wereld. Zo gewoon dat het kennelijk steeds ingewikkelder wordt mensen ertoe te bewegen zich schrap te zetten als die verworvenheden onder druk staan. Want we hebben toch al voor betaald, waarom dan nog een keer? Maar vrijheid, gelijkheid tussen man en vrouw, vrede, voorspoed, democratie, rechtsstaat, solidariteit, mensenrechten zijn waarden, het zijn geen werkwoorden. En ze komen niet vanzelf tot bloei, ze hebben koestering, voeding en bescherming nodig. Mijn generatie is opgegroeid met het idee dat het morgen altijd beter zal gaan. Gewoon omdat we dat zagen en ervoeren. De onvermijdelijkheid van de mondiale democratische golf. De onvermijdelijkheid van verdere economische groei. De onvermijdelijkheid van de toenemende vrijheid. Maar mijn generatie twijfelt nu ook of het onze kinderen ook zo goed zal gaan. En de vrees voor achteruitgang is denk ik op dit moment in veel landen sterker dan de verwachting van vooruitgang. Alles wat de mens gemaakt heeft, kan de mens ook weer kapot maken. Ik neem u mee naar een eeuw geleden. De jonge econoom John Maynard Keynes was lid van de Britse delegatie die werd afgevaardigd naar de Versailles vredesonderhandelingen na de Eerste Wereldoorlog. Hij is er later uit onvrede uitgestapt. In zijn The Economic Consequences of Peace schrijft hij over het Europa van voor 1914 en ik citeer: tegen lage kosten en met de minste moeite bood het leven gemakken, comfort en voorzieningen die van de rijkste en machtigste monarchen van andere eeuwen overtroefden. Een inwoner van Londen zou ieder product waar ook ter wereld telefonisch kunnen bestellen, terwijl hij zijn ochtendthee in bed nuttigde. En redelijkerwijs verwachtte dat deze snel bij hem thuis zou worden bezorgd. Hij kon zich gemakkelijk goedkope en comfortabele vervoermiddelen veroorloven en naar elk land reizen zonder paspoort of andere formaliteiten. Maar het allerbelangrijkste was dat hij deze stand van zaken als volstrekt normaal, zeker en permanent beschouwde. En elke afwijking ervan als afwijkend, schandelijk en te vermijden. De projecten en politiek van militarisme en imperialisme, van rivaliteiten op grond van ras en cultuur, van monopolies, beperkingen en uitsluitingen, die slang in het paradijs zouden spelen, waren weinig meer dan een amusement in zijn dagelijkse krant. Einde citaat. Veel herkenbaars in deze beschrijving, vind ik. Het lijkt verdacht veel op het Europa dat we al decennia nastreven, maar nu voor iedereen? In luttele jaren werd het idyllische Europa van Keynes verwoest, toen Europeanen zingend en feestend elkaar in de afgrond stortten. Niet één, maar twee keer binnen enkele decennia. En ik denk dat in onze Nederlandse herinneringscultuur we een blinde vlek hebben voor de Eerste Wereldoorlog. En je kan de Tweede Wereldoorlog niet begrijpen als je niet de Eerste Wereldoorlog goed begrijpt. En als u geen geschiedenisboeken daarover wil lezen, dan kan ik in ieder geval de fantastische bundel van Geert Bulens met poëzie uit de Eerste Wereldoorlog aanraden, mocht u daar belangstelling voor hebben. Ik ben van 1961 en over 3 dagen ben ik 58. Als ik mijn leeftijd van mijn geboortejaar aftrek, kom ik in 1903 uit. Toevallig ook nog eens het jaar waarin 2 van mijn grootouders zijn geboren. Het zou dan nog 11 jaar duren voor de Eerste Wereldoorlog moest uitbreken. Het is maar een zucht geleden. We zijn in de 21ste eeuw niet wezenlijk anders dan de eerste mens die een knuppel oppakte om een ander de schedel in te slaan. De context is anders, de technologie is eindeloos verder. Maar de kernvragen van de vroegste filosofen over wie we zijn, over wat goed is en wat kwaad, zijn nog steeds vragen waar we mee worstelen. We zijn dus niet beter dan onze voorouders. En terwijl de geschiedenis zich niet herhaalt, rijmt ze wel, zoals Mark Twain eens zei. Dat is geen defaitisme. Integendeel, het is de wereld zien zoals ze is. En ik denk dat deze vaststelling en onze voortdurende worsteling over wat goed en kwaad is, essentieel is. We moeten deze worsteling aangaan, elke dag. Zoals de beroemde Holocaust-overlever Elie Wiesel zei: het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid. De onverschilligheid en de totale relativering van wat ons maakt tot wie we zijn, dat zijn onze grootste vijanden. Je ziet in het huidige discours op de sociale en traditionele media, waar er steeds vaker een valse morele gelijkheid wordt opgevoerd, dat dit de norm dreigt te gaan worden. Dader en slachtoffer krijgen evenveel ruimte.
wetenschap, of het nu gaat over de opwarming van het klimaat of over vaccinatie en emotie. Er is geen opvang van het klimaat, vaccinatie is gevaarlijk. Worden op dezelfde hoogte opgevoerd. Alsof wetenschap en een mening dezelfde waarde hebben. Daarbij wordt moraliteit gerelativeerd. En onder datzelfde motto worden de meest vreselijke dingen gezegd, want het gaat vaak verder. Het is eindelijk tijd dat we weer gewoon kunnen zeggen wat we denken. Weg met die vreselijke politieke correctheid. Maar als feiten er niet toe doen en daders en slachtoffers evenveel gelijk hebben en emoties en opinies regeren, hoe herken je dan nog de leugen? Hoe herken je het kwaad? En als je het al niet herkent, hoe stel je er tegen te weer? Ik spreek vaak met studenten. Die vormen zeg maar de top 2% van onze samenleving wat betreft opleiding. Over 10 of 15 jaar zitten ze aan de knoppen van onze samenleving en geven leiding aan overheden, bedrijven, organisaties. Het is daarom van het grootste belang dat zij een adequate morele bagage meekrijgen. Een bagage met kennis van de geschiedenis, de psyche van de mens en de waarden die ten grondslag liggen aan onze open samenleving. In kort, dat ze leren kritisch denken. Ik test hen wel eens uit. Geef hen een citaat en vraag waar het over gaat, van wie het afkomstig zou kunnen zijn. En ik geef u nu ook het citaat. Hier komt het. We bevechten een vijand die anders is dan wij. Niet open, maar verstopt. Niet recht door zee, maar listig. Niet eerlijk, maar gemeen. Niet nationaal, maar internationaal. Hij gelooft niet in werken, maar speculeert met geld. Hij heeft geen eigen thuisland, maar meent dat hij de eigenaar is van de hele wereld. Einde citaat. Hier samengebald alle antisemitische clichés die we kennen. Het is een citaat van iemand die nu regeringsleider is in een van de landen van de Europese Unie. Hij sprak het vorig jaar maart uit tijdens een verkiezingscampagne. Hij had een Jood, George Soros, tot zijn grootste vijand verklaard. Als je dit leest en aan jongeren voorhoudt, herkennen ze de verborgen boodschap niet. Ze horen de dog whistle niet, zou je in het Engels zeggen. Ze hebben er geen gevoel bij en ze kunnen het niet plaatsen. En dit zijn hele intelligente, welwillende, idealistische jonge mensen. Het probleem is dat als je dit soort woorden niet kan duiden, je potentieel ontvankelijk bent voor de kiemen van hate speech of hate speech zelf. En dan kan je mensen tegen elkaar opzetten. Niet zo lang geleden sprak een Nederlandse politicus over de Nederlandse zelfhaat. Door het streven naar, ik zal het even citeren, homeopathische verdunning van het Nederlandse volk met alle volkeren van de wereld. Wat betekent dit, homeopathische verdunning van het Nederlandse volk? En waarom wordt er eigenlijk lacherig over gedaan? Hebben we hier te maken met de ongevaarlijke mijmeringen van een romanticus, dronken geworden door overdadig nuttige uit de horen der nostalgie? Is dit de verzuchting van een gevoelsmens die Baudelaire volgt in een Elysisch verlangen naar een pre-industriële samenleving toen schoonheid nog niet werd bezoedeld door de olie van machines en mensen zich gewillig bij de hand lieten nemen door een in de klassieken geverseerde aristocratie die het beste met de boreale wereld voor had? Zijn we in Paradise Lost van John Milton aangeland na de val uit het aards paradijs? Het kan heel goed dat het zo is. En daar is ook eigenlijk niks mis mee. Dit is van alle tijden en van alle kunsten. Hier een verkeerde intentie of een bron van kwaad inzien is onzin. Uiteindelijk is het de gesublimeerde vorm van het vroeger was alles beter dat ik ook altijd van mijn oma te horen kreeg. Maar wat als op basis van deze nostalgie een politiek programma wordt geformuleerd? Politiek is immers de kunst van dingen doen die de samenleving vormen, veranderen of behouden. Politiek is mensen mobiliseren om veranderingen tot stand te brengen. Als de homeopathische verdunning van het Nederlandse volk in de ogen van deze politicus van anderen een streven is, moet dan niet de vraag worden gesteld wat dat streven precies is en wie dat nou precies nastreeft en waarom? Maar belangrijker nog, als dit een probleem is dat moet worden gekeerd, hoe dan? Immers, in de politiek kan het nooit alleen bij benoemen blijven. Er moet ook iets aan worden gedaan. Politiek mag geen vrijblijvende borrelpraat zijn. Daarvoor zijn de gevolgen van politiek handelen te belangrijk. En zelfs als de wens niet verder gaat dan het uiten van een gevoel, zonder enige intentie om mensen tegen elkaar op te zetten of angst aan te jagen, hetgeen ik
voor de goede orde wel eens wil aannemen, moet een politicus dan niet toch worden aangesproken op het effect dat zijn woorden op anderen kunnen hebben? Woorden kunnen immers ook het kwaad dat schuilt in ieder van ons wakker kussen. Is een politicus niet ook verantwoordelijk voor de context waarbinnen hij woorden en begrippen gebruikt? Woorden hebben namelijk een lading, een betekenis, een effect. Het gebruik van woorden door mensen met gezag, gezag dat ze hebben omdat ze worden bewonderd of politieke steun krijgen, die woorden hebben per definitie effect. Het is namelijk een vorm van machtsuitoefening. En in een democratische samenleving gaan invloed, macht en verantwoordelijkheid hand in hand. Nu eisen sommige mensen op luide toon voor zichzelf de absolute vrijheid om alles te kunnen zeggen. Ze eisen daarbij tegelijkertijd dat ook de garantie wordt gegeven dat anderen daar dan weer niks over mogen zeggen. Want als je er wat tegen inbrengt, dan beledig je de kiezers of je demoniseert hen, de politici. De politieke kleur van journalisten, rechters en ook onderwijzers en professoren is plotseling een grote maatschappelijke misstand. Op sociale websites worden mensen aangespoord vooral linkse professionals aan te geven. De kliklijn als politiek instrument. Ironisch genoeg was het een geliefd instrument in communistische regimes. En dus is het ook een politiek programma. Niet goed. Maar wat stellen we er tegenover? Ik zal op mijn laatste ademtocht verdedigen dat het een ieder vrij staat, behoudens de wet, alles te zeggen wat zij of hij vindt. Een andere mening mag niet gekneveld worden. Maar ik zal ook iedere keer proberen zelf de moed op te brengen mythes, misverstanden, leugens en haat steeds krachtig te weerspreken. Vrijheid van meningsuiting is namelijk een groot goed. Maar het vergt ook een verantwoordelijkheid en actief burgerschap om actief en scherp weerwoord te geven. Om op te staan en je uit te spreken wanneer dat moet. En niet om het maar lacherig af te doen of het maar te laten gaan. Als iemand tegenover een journalist zegt dat Mussolini eigenlijk een communist was, dan moet hij worden tegengesproken. Dat mag niet zomaar laten gaan. Want als je leugens laat passeren en als ze maar voldoende worden herhaald, zoals ook dat straks door Göring, in Nuremberg door Göring is gezegd, worden ze witgewassen en zetten ze zich vast in ons hart en hoofd. Hella Rottenberg hier is, weet dat nog, uit de Sovjet-Unie en Rusland. Ook daar alleen maar leugens. En toch gingen mensen het geloven. Terwijl ze elkaar iedere dag zeiden, het zijn leugens. Sommigen van jullie zullen wellicht bekend zijn met het werk van een schrijver die ik zeer bewonder. Een van mijn lievelingsschrijvers, Jozef Roth. Terwijl veel verhalen over het nazisme en het nazi-tijdperk achteraf zijn geschreven, met de kennis van hoe het afliep, schreef Jozef Roth al in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw, toen het allerergste nog moest gebeuren. Overigens, ook hij een nostalgicus. En hoewel hij niet meer leefde toen de naziterreur zich in volle omgang liet zien, hij dronk zich letterlijk dood in 1939, zag hij al vroeg de kiemen en herkende hij wat deze met zich meedroegen. Het is gemakkelijk achteraf vast te stellen hoe iets onvermijdelijk zo moest komen, zo moest aflopen. Nou, dat zijn de oorzaken, dus A leidt tot B. En ik heb vaak meegemaakt, ook in mijn eigen leven, weer Helle, einde Sovjet-Unie. Ondenkbaar, een paar maanden voordat het gebeurde. En dezelfde mensen die heel hard riepen ondenkbaar, die riepen nadat het gebeurd was, ja, was onvermijdelijk. Het uitvallen van de Sovjet-Unie, dezelfde mensen. Dus wees kritisch, blijf kijken, niet van tevoren iets aannemen. Het was onmogelijk dat de muur zou vallen, dat Duitsland zou worden herenigd. Het was onmogelijk dat de Sovjet-Unie zou ophouden met te bestaan. Het is toch gebeurd. Het was onmogelijk dat de Britten voor Brexit zouden stemmen. Het was onmogelijk dat Macron de presidentsverkiezingen zou winnen. Het was al helemaal ondenkbaar dat Trump aan de macht zou komen. En toch is het gebeurd. Het is gebeurd, denk ik, meer door onverschilligheid dan door het mobiliseren van de mensen die het mogelijk hebben gemaakt. Maar goed, aan anderen daarover te oordelen. Het is eindeloos veel moeilijker om vooraf al te zien waar iets toe kan leiden. En toch kon Jozef Roth het. Hannah Arendt is een andere schrijfster die een scherp oog en een scherpe pen had. Zij schreef met een vooruitziende blik dat in een, en ik citeer, almaar veranderlijke en ongrijpbare wereld de massa's een punt hadden bereikt dat zij tegelijkertijd alles en niets zouden geloven. Denken dat alles mogelijk was en niets waar. Einde citaat.
In deze industriële revolutie, in deze technologische revolutie, lijken we in een soortgelijke, vrije, feitenvrije wereld terecht te zijn gekomen. Literatuur en schrijvers zoals Arendt en Rood helpen onze symptomen te ontwaren en te identificeren. Welke conclusies kunnen we trekken? We kunnen ervan leren dat de haat van de grootste historische criminelen of de wreedheid van hun helpers niet de ernstigste bedreiging van onze maatschappij is. De grootste vijand is de onverschilligheid van de meerderheid. Goedwillend, maar onverschillig. En dan over zichzelf zeggend, maar we zijn toch goedwillend. Het kwaad komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Het broeit en het groeit wanneer niemand erop let of het iets in de weg legt. Het start met een woord dat een mens ontmenselijkt, omdat hij of zij een Jood is of een Zigeuner of een moslim of een homo. De Holocaust is met niets te vergelijken en dient ook een unieke positie in ons collectieve bewustzijn te behouden. Ik kan en wil vanavond mijn bezoek aan Auschwitz eerder dit jaar niet in zijn heftigheid in herinnering roepen. Dat vergt een andere avond en misschien een andere toespraak. Als u wilt, kom ik er graag voor terug. Maar het speelt wel in mijn achterhoofd, dit bezoek, bij de vraag hoe de ene mens dit de andere aan kan doen. Paradoxaal genoeg vraag ik mij ook af of de gruwel van de Shoah, de wetenschap over hoe het allemaal eindigde, ons soms niet in de weg zit bij het analyseren van hoe het allemaal begon en welke processen in de samenleving tot een totale menselijke ontsporing kunnen leiden. Wat ik bedoel is dit. Vergelijkbare processen hoeven niet tot een vergelijkbare uitkomst te leiden, maar kunnen desondanks evengoed zeer bedreigend zijn voor ons samenleven en dienen derhalve vroeg te worden onderkend en geadresseerd. En je mag dus niet de Shoah gebruiken als argument om te zeggen, ja, maar je mag mij daar niet mee vergelijken. Dat doen we niet. We vergelijken met de oorzaken waar het begon, niet hoe het eindigde. Het antisemitisme is aan een zeer verontrustende opmars bezig. Het komt van alle kanten. Van extreem links, van extreem rechts, uit de reactionaire hoek, uit het deel van de moslimgemeenschap. En het komt steeds meer voor in het hart van de samenleving. Bij mensen die zich niet in een extreem kwalificatie laten vangen. U kent het allemaal. Ik heb niks tegen Joden hoor, maar... Ik ben als minister begonnen de noodklok te luiden en heb in de afgelopen jaren in de commissie nauw samengewerkt met de Joodse gemeenschap in heel Europa en daarbuiten, zodat we alle welwillende krachten in de samenleving bundelen om dit eeuwenoude en steeds opflakkerende virus te bestrijden. Er is een hele lange weg te gaan. Maar zonder Joodse gemeenschap houdt Europa op Europa te zijn. En dat mag ons nooit overkomen. Veiligheid, grote begrip, meer dialoog, veel beter onderwijs. Het zijn allemaal noodzakelijke onderdelen van een vaccin dat we samen moeten ontwikkelen. Het is een kleine, kleine Europese gemeenschap die voor niemand een bedreiging is. Die niemand wil bekeren, die niemand wil bedreigen. Het is voor mij de essentie van wie we zijn als Europeanen. En als die gemeenschap zich niet meer veilig voelt in Europa, is er iets mis met de essentie van Europa. Antisemitisme is uiteindelijk een eeuwenoud uitsluitingsproces waarbij mensen hun volwaardige deelname aan de samenleving wordt ontzegd op basis van wie ze zijn. Dus ze worden niet beoordeeld op basis van wat ze doen, maar wie ze zijn. Dat is de zuiverste definitie van discriminatie die ik ken. Mensen zo beoordelen betekent dat je ze een deel van hun menselijkheid afpakt. Een proces dat het makkelijkste verloopt als de ander als een existentiële bedreiging wordt neergezet. Het is dan alsof je met een dun schiller beetje bij beetje de menselijkheid afpeilt van die ander en alleen uiteindelijk geen mens maar een bedreiging ziet. Ondertussen heb je niet in de gaten dat bij iedere laag menselijkheid die je met die dun schiller bij een ander weghaalt, je bezig bent ook bij je eigen menselijkheid stukken eraf te schaven. En dan komt de val van diezelfde oude logica weer. Het is zij of wij. Jews will not replace us. En noem alle andere uitingsvormen van de zogenaamde identitaire beweging maar op. Het is een struggle for life, een strijd om het overleven. En de ander krijgt drie keuzes. Assimileren, dus mag de ander niet meer zijn. Opkrassen of verwijderd worden.
Wie is dan eigenlijk zijn menselijkheid kwijt, die ander of wij? Als sommige mensen die in de jaren 70 of 80 als volwassenen leefden, wakker zouden worden in de wereld van vandaag en het politieke discours zouden volgen, zouden ze geschokt zijn met wat als een nieuwe normaal geldt. Hebben we misschien een beetje te veel eelt op onze ziel gekweekt de afgelopen jaren? Is het normaal als iemand zegt, ik wil niet dat Europa Afrikaniseert? Ik wil graag dat Europa dominant, blank en cultureel blijft zoals het is. Wat heb je dan overigens een totaal verkeerd begrip van cultuur? Als je van cultuur vraagt, dat het blijft wat het is. Maar dat is een ander verhaal. En wat te denken van de nieuwe ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën in Estland? Heel succesvol kleine lidstaat van de Europese Unie. Die bij hun beëdiging deze week het white supremacy teken maakte. Er is een politieke paradox. Ik heb het onlangs ook bij de verkiezingen in Spanje meegemaakt. Daar waar gevestigde partijen uit electorale overwegingen het nieuwe discours van de nationalisten overnemen, winnen de nationalisten en verliezen de gevestigde partijen. Het origineel staat mensen beter aan. Overigens is dat ook de val waarin de N-VA bij de vorige verkiezingen in Vlaanderen is getrapt. Ze hebben nieuw leven in het Vlaams Belang geblazen met hun eigen houding. Wat kunnen we doen? Ik vind we moeten ophouden te spelen in het theater van de nationalisten. Pedro Sanchez in Spanje heeft die keuze helder gemaakt bij de laatste verkiezingen. Hij is daarvoor door de Spaanse bevolking duidelijk beloond. De rechtse partij, traditionele rechtse partijen in Spanje dachten dat ze door het discours over te nemen van de fascisten, van Vox, dat ze daarmee de kiezers konden behouden. Ze zijn de kiezers kwijtgeraakt. En hun conclusie vandaag is, hadden we niet moeten doen. We moeten weer terug naar het midden. Maar het kwaad is geschied. En Vox zit met 24 mensen in het Spaanse parlement. In Nederland is de situatie natuurlijk anders dan in andere landen. Maar ik merk overal in Europa dat het de basis van de Europese Unie na de Tweede Wereldoorlog is dat we democratie, rechtsstaat en mensenrechten met elkaar in evenwicht houden. Je kan dus niet democratie instrumentaliseren tegen de rechtsstaat. Of de rechtsstaat tegen de democratie en geen van beide tegen de mensenrechten. En dat is precies wat in een aantal landen van de Europese Unie aan de gang is. Waarom kan Orbán doen wat hij doet? Waarom kan Orbán dit soort uitspraken doen? Omdat hij mensen vastgeketend heeft aan hun angsten. Als je mensen maar bang genoeg maakt voor de ander, voor wat anders is, dan zullen ze jou volgen als de redder die je voor de bedreiging van de ander behoedt. Dat is het proces wat gaande is. En dat proces dient te worden doorbroken. De hoop haal ik uit het feit dat in de meeste landen van de Europese Unie de sociale ontwikkeling, de maatschappelijke ontwikkeling in de richting gaat van meer openheid, meer begrip, meer tolerantie. Dat is die ever closer union die ondanks sommige regeringen wel gewerkt heeft. En ik denk ook dat we ons goed moeten realiseren. Nederland is toch echt een iets andere situatie. Dat in de meeste landen van de Europese Unie de cluster aan crisis die we de afgelopen 10 jaar hebben meegemaakt tot een ontreddering bij de samenleving heeft geleid. Je ziet de recente rapporten over hoe het met de middenklasse staat in Europa, die heel snel erodeert. Daar komt een gevoel van wanhoop uit. En politici zoals Orbán, Kaczynski en anderen spelen heel handig op die wanhoop in. En ik ben ervan overtuigd dat we de herverdeling, wat van mijn politieke beweging de oorsprong is, de herverdeling in deze vierde industriële revolutie weer opnieuw zullen moeten uitvinden om niet de middenklasse in Europa aan extreemrechts te verliezen. Ik haal daar de hoop uit. Een nieuw programma door progressieve partijen te formuleren. En inderdaad, het is geen toeval dat in dit land de Partij van de Arbeid en GroenLinks bij de Europese programma's zelfs bij 60 vragen niet één verschil kunnen vinden. Denk daar eens over na. Formuleer een programma waarbij je de solidariteit in de vierde industriële revolutie opnieuw formuleert. Op een manier die recht doet aan for the many, not the few. Als we daarin slagen, want solidariteit komt niet van onder naar boven, gaat niet van boven naar beneden, gaat van het midden naar boven en naar onder. Het hoop bieden, perspectief bieden aan de middenklasse is het enige echte medicijn tegen het virus van haat tegen andere mensen. Het begrijpen dat solidariteit, waar altijd een kern van eigenbelang in zit, dat solidariteit opnieuw moet worden uitgevonden, omdat maatschappelijke verhoudingen in deze industriële revolutie op de schop zijn gegaan, is
het politieke programma van het allergrootste belang, wie ook aan de knoppen zit. Morgen herdenken we mensen die de haat in Europa niet kunnen navertellen. En het enige wat we kunnen doen om van dat gedenken geen ritueel te maken, is te blijven handelen in de geest van tolerantie, van begrip, van openheid. En duidelijk nee te zeggen tegen onverschilligheid. Wees nooit onverschillig. Dank u zeer. Frans Timmermans, dank voor deze introductie, voor deze toespraak. Gajo Palak, mag ik jou vragen om een eerste reactie als je het verhaal van de heer Timmermans aanhoort? Ik zei al tegen de heer Timmermans dat ik het prachtig vind, zijn woorden uit mijn hart. En ik hoop dat ik ook wat vertrouwen kan hebben in dat het allemaal gaat lukken. Waar zit je zorg? Maar bij die onverschilligheid en bij... ik schreef op, als ik aan onverschilligheid denk, dan denk ik aan gewoon geen zin hebben om na te denken. Niet nieuwsgierig zijn, je niet afvragen. Klopt dat wel? Dat is waar ik dan aan denk. Ja. En vind je dat de politici, en hier zit er een, die onverschilligheid voldoende aanpakt? Frans Timmermans niet, nee. Maar heel vele wel. Ik zie nou niet in Nederland een kabinet dat ons oproept om na te denken, kritisch te zijn en ons in te zetten om de diepte in te gaan en om te ze verbinden niet. Mm-hmm. Tamara, mag ik jou ook vragen een eerste reactie op het verhaal, wat je daarin opvalt? Ja, ik vond het heel mooi dat de quote van Mark Twain van de geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt wel, terugkwam. En het deed me ook denken aan dat in Nederland we nu een soort van moreel kader hebben dat je bent of fascist of je bent oké. Dus we kijken eigenlijk naar, is het exact wat we kennen? Gaat het exact uitkomen waar we komen? En als dat niet exact zo lijkt te zijn, dan kom je al snel in de niet-problematische hoek. Terwijl ik denk dat we een veel fijnmazigere manier moeten hebben om inderdaad elementen uit het verleden te bespreken, maar ook nieuwe vormen die zich manifesteren van kwaad. En daar dan inderdaad toch, dat je ook op een andere manier problematisch kunt zijn dan direct een fascist in de academische zin van vroeger. Ja. En dat vond ik een mooi element in de speech, zeker. Laten we daar maar eens op doorpraten aan de hand van het boek wat Gaia heeft geschreven, De man die geen hekel had aan Joden. Omdat het eigenlijk een aanklacht is tegen die onverschilligheid, of misschien wel een aanklacht tegen het gebrek aan precisie in onze geschiedschrijving. Misschien moet je even kort vertellen waarom je dit boek hebt willen maken. Dat begon met dat ik een recensie las in de NRC, Mijn Kant. Heel groot, over de schrijfster van het boek Oorlogsouders. Mevrouw van Boetselaar. Ja. Willem van Boetselaar, haar vader, was een Nederlander die vrijwillig bij de Waffen-SS ging en vervolgens 3 jaar lang vrijwillig bij de Gestapo werkte. Het boek... Al in dat interview wordt heel erg duidelijk dat er helemaal niets van klopt. Dat zij haar vader vergoelijkt, dat ze zijn daden verzacht en glad polijst. En ik was, dat is niet zo verwonderlijk. Maar wat wel verwonderlijk was, dat er geen kritische vragen werden gesteld. Dus als zij vertelt, ja, mijn vader... werd in Rusland warm onthaald door de boeren daar, dan wordt er geen vraag over gesteld.
Ze kan dus een soort van waarheid creëren die, als je een heel klein beetje, als je één ons verstand hebt van de Tweede Wereldoorlog, dan weet je dat als je eenmaal in de Oekraïne bent aanbeland, of in de Sovjet-Unie, dat daar een spoor van vernieling en dood en verderf aan vooraf is gegaan. En dat ze dus niet. Maar goed, je zou zeggen, oké, ze kreeg ruim baan in het NRC, maar er komt natuurlijk een respons vanuit het NIOT. Er komt een respons vanuit wetenschappers. Er zijn natuurlijk redacteuren van programma's die daartegen ingaan, die dat diepgaand onderzoeken, die precies zijn en niet onverschillig. Nou, die waren er allemaal niet. Ik heb een ingezonden brief geschreven. Die werd geplaatst en verder zwijgen. En toen moet ik de hele aanloop vertellen van hoe ik dat... Nou, je bent gaan schrijven. Ik ben gaan schrijven toen ik hoorde dat in Westerbork Isabel van Boetselaar een podium werd aangeboden. En ik heb ze gebeld en uitgelegd dat deze mevrouw de daden van haar nazi-vader vergoelijkt. En dat ze het hele verhaal uit zijn context ligt. Want de gevolgen van de verkeerde keuze van die vader, namelijk de genocide op de Joden, die is buiten beeld in haar boek. En niet onbelangrijk, en dat is denk ik nog een andere belangrijke reden waarom je bent gaan schrijven. Hij maakte deel uit van hetzelfde commando als waar jouw eigen ouders mee te maken hebben gehad en jij als heel klein kind eigenlijk net aan bent ontsnapt. Ja, maar daar kom ik altijd tegen in verweer. Want zelfs als dat niet zo was geweest, dan had ik mij net zo ingezet om dit boek te schrijven. Ja, toevallig ontdek ik, terwijl ik haar boek lees ik de naam Krom. En ik herinner mij dan, moet ik even uitleggen, Krom. Die was een vervent jodenjager. Die zat in het commando Boetselaar. Iets later nadat hij met anderen mijn ouders had gearresteerd en mij per ongeluk niet meegenomen had. Ik herinnerde mij toen ik de naam Krom las in dat boek van haar over haar vader. Hoe mijn moeder haar handen hief en zei: Krom. En dat was gewoon alle kwaadheid, alle slechtheid, alle gemeenheid. Maar uit haar stem en uit haar handen sprak zo'n ontzetting. En met deze man werkte Van Boetselaar samen. En ze waren vrienden. Jij schrijft vervolgens dit boek. Ja. En het mooie aan dit boek is dat je je ongelooflijk goed gedocumenteerd hebt. Alles is op feiten gebaseerd. En dat eindigt zelfs in een grote zoektocht naar de primaire bronnen, de archieven die in Nederland worden bewaard over meneer Van Boetselaar. Jij mag daar inkijken en je laat eigenlijk zien dat het zwart op wit staat, dat het allemaal klopt. Terwijl mevrouw Van Boetselaar zegt, ik heb me op diezelfde bronnen beroepen. Ik heb dat ook gelezen. Nou ja, dan zie je dus hoe mensen met bronnen kunnen omgaan. He, zij gebruikt wat ze kan, wat haar uitkomt, en ze laat weg wat haar niet uitkomt. En dan denk ik, oké, dat kan allemaal nog. Die mevrouw die is biased, die wilde haar verhaal vertellen. Maar dan komt toch die bijzondere vraag. Daar komt een uitgever die geen vragen stelt. Daar komen interviews uit voort. Maar ook op het moment dat jouw boek is uitgebracht, ontmoet je eigenlijk heel veel weerstand. Weerstand van... Ja, mensen zitten daar niet op te wachten, merk ik dan. Ik krijg weerstand... Je bedoelt die vanuit Westerbork. Bijvoorbeeld, ja. Daar word ik dan niet uitgenodigd, terwijl zij daar onmiddellijk werden uitgenodigd. En dat geeft dan heel erg de nivellering aan. Die is dan zelfs doorgecijpeld daar in het kamp, wat eigenlijk een symbolisch graf is voor 102.000 Nederlandse mannen en vrouwen van Joodse afkomst en Sinti en Roma. Dat begrip nivellering, laten we dat dan maar eens even wat sterker onderzoeken. Er is natuurlijk aan de ene kant de behoefte, Frans Timmermans zegt dat ook, om jongere generaties op nieuwe manieren te verbinden aan die geschiedenis van de oorlog, van het nooit meer, het verhaal van de Holocaust. En dus wordt er gezocht naar manieren om die geschiedenis levend te houden, om het misschien ook wel te verbinden aan persoonlijke geschiedenissen van de mensen van nu.
Wat vind je daarvan? Nou ja, ik ben altijd wel voor verbinden en voor bruggen slaan. Dat is wel een uitgangspunt. Maar je moet de boel wel helder houden. En er is nu een heel groot grijs middenveld ontstaan tussen goed en fout. Men is bang om zich uit te spreken. Om te zeggen, ja, maar dit is fout en dit is goed. En als je dat niet benoemt, dan kun je ook niet begrijpen wat er gebeurd is in 40, 45. Vind je dat dat op dit moment heel erg verwaterd, dat het onscherp wordt? Het blijkt eigenlijk wel. Het blijkt uit het feit dat ik in mijn pieren eentje zo'n boek schrijf, eigenlijk als enige, geloof ik, antwoord geef op, of een antwoord geef op die nivellering. Dat wil zeggen, het is natuurlijk Evelien Gans heeft dit al jaren geleden benoemd. Hè? Ja, oud-hoogleraar. Oud-hoogleraar, ja, die we heel erg missen nu. En dan terug naar dat citaat, misschien mogen we hem toch nog even ophebben. Elk moment is een keuze. Je schrijft op een bepaald moment in dat boek, mevrouw van Boetselaar had ook iets anders kunnen doen. Er is een mooi voorbeeld, dat laat je zien uit Duitsland, van een dochter van een misdadiger. Die daar juist afstand van neemt. Die eigenlijk onderzoekt wat het met haar familie heeft gedaan. Die er vervolgens met dat verhaal over publiceert, scholen bezoekt. En zelfs ook regelmatig met de slachtoffers van de Holocaust samen dat gesprek op die scholen voert. Ja, maar je moet wel grote moed opbrengen, hè, om de misdaden van je ouders, van je familie onder ogen te durven zien. En ik kan me wel voorstellen dat je dat niet aandurft. Maar publiceer dan niet zo'n boek onder het mom van dit is de waarheid. Het erge is gewoon hoe het wordt opgepakt. Ja. Daarom ben ik gaan schrijven, omdat kranten klakkeloos aannamen dat het kon kloppen, omdat Ad van Liemt daar een grote, mooie quote op had gezet. Nou ja, hij gaf zelfs een 8 minuten durende speech waarbij hij het boek bij de presentatie verdedigde. Ook dat, ja. Ja. Hoe kijk jij aan tegen dat begrip nivellering, Tessa? Zie jij dat ook, Tamar, zie je dat ook terug? Ja, ik heb allerlei associaties eigenlijk bij dit verhaal. Het is een iets bredere associatie is dat ik denk dat er een soort van aantrekkingskracht is om grijs te denken over moraal. Dus ook als we alleen maar naar de populaire cultuur kijken, de gemiddelde HBO of Netflix serie, Breaking Bad, House of Cards. Dus we kijken eigenlijk naar de meest vreselijke mensen de hele tijd. Ik had ook het idee dat vroeger keken we naar helden, al was het maar een lassie of een hond. Dat was nog, zeg maar, die redde, die deed het goede voor de mens. Een schuldige hond. Of een goede rechercheur of zo. Iemand die gewoon helemaal goed was. Ik denk dat er dus wel een bredere. Het tweede waar ik aan moest denken is, Hannah Arendt heeft natuurlijk een boek geschreven over Eichmann, komt ook vast terug. Zij beweerde ook dat hij nauwelijks een antisemiet te noemen was. En dat bleek historisch ook helemaal niet te kloppen in dat geval. Nee. Dus ik vind het toch interessant dat mensen die toch proberen echt waar te nemen, en in het geval van een dochter vind ik het inderdaad wel een iets ander verhaal, maar dat er toch ook een beeld geschetst wordt dat mensen het dan toch niet wisten of dan toch vanuit een soort van gedachteloosheid dat deden. En ik vroeg me af, denkt u dat inderdaad de meeste mensen die hier aan meedoen toch gewoon de verkeerde intenties hebben? Of zit er nog wel iets in dat wat Hannah Arendt schrijft bijvoorbeeld, sommige mensen dat toch zonder de kwade intenties die je zou verwachten doen? Nou, ik weet niet of ik daar een helemaal volledig antwoord op kan geven. Ik denk dat inderdaad de onverschilligheid hier de allergrootste rol speelt en onwetendheid. Het is zo dat er op het ogenblik wel heel veel mensen weten van de Shoah, van de Tweede Wereldoorlog, maar vaak kennen ze alleen een soort geromantiseerde versie. Dus filmseries, een boek, maar echt verankerd. Een echt verankerd historisch begrip, dat is veelal afwezig. Ja, dan kom je natuurlijk ook op die rol van de politiek als het gaat om wat hebben we nou eigenlijk in dat onderwijs verankerd. Mm-hmm. Niet alleen over de geschiedenis
en de aanloop Tweede Wereldoorlog Shoah, maar ook eigenlijk over die preciesheid, over hoe je bijna wetenschap in het onderwijs brengt, over hoe je omgaat met feiten, noem het maar op. En ik denk dat de populaire, zeg maar, reactionaire bewegingen die je veel in Europa ziet, ook aan revisionisme doen. Zij willen een verleden terugbrengen en dan moet dat verleden wel even opgeschoond worden, want anders klopt er iets niet. Dus in Polen is het strafbaar als je zegt dat Polen gecollaboreerd hebben. Nou, in iedere bezet land waren collaborateurs, in Nederland en in Polen ook. Maar je mag het niet meer zeggen. De voorzitter van het Europees Parlement heeft onlangs gezegd, ja, die Mussolini heeft ook goede dingen gedaan. Dat zou je toch 10 jaar geleden niet voor mogelijk hebben gehouden dat een voorzitter van het Europees Parlement zoiets zou zeggen. Dus ik denk dat het ook te maken heeft met een soort van beeldenstormende nieuwe reactionaire beweging die dan alles wat we aan waarden of aan vastgestelde gemeenschappelijke oordelen hebben over onze geschiedenis op zijn best tegen het licht houdt, maar vaak ook gewoon weer uit revisionisme wil kapotmaken. En dat raakt ook ons onderwijs. Ik heb onlangs... En dat heeft ook met nieuwe technologie te maken. Daar wil ik één ding over zeggen, want er zijn nieuwe factoren, zoals jij ook zegt. Eentje wil ik benoemen. Mijn zoon, die bijna 15 is, die moest iets schrijven over een film die was uitgekomen waar ik de première van had ingeleid in België. Dat ging over het ontkennen van de Shoah. En daar moest hij iets over schrijven. Dus we gingen samen achter de computer zitten, googelde Holocaust-ontkenning. En hij had een paar citaten over die film ook. En vervolgens moest hij ook over de Shoah dingen gaan schrijven. En als hij dan in diezelfde computer de Shoah invoerde, kreeg hij alleen maar Holocaust-ontkenning. Want het algoritme onthield dat je Holocaust-ontkenning had gevraagd. Dus ik zeg dat omdat als een voorbeeld van hoe hersenen van jonge mensen nu geprogrammeerd worden. Dus er hoeft maar één iemand te zijn die cool is op school, die iets vanuit een nieuwe rechtse beweging signaleert op YouTube en zo. Je hoeft maar één keer zo'n filmpje te kijken en vervolgens word je voortdurend gevoed met dezelfde levensgevaarlijke informatie. Ik heb bij mijn zoon bij toeval ontdekt. Ik reageerde heel heftig, waardoor hij heel verdrietig werd. Ik heb mezelf gecorrigeerd, want ik zei, jongen, onzin, hè? En toen heb ik mezelf gecorrigeerd en toen ben ik met hem gaan zitten en gekeken. En als je ziet welke wereld, aan welke ellende onze kinderen blootstaan, wat door het onderwijs niet meer gecorrigeerd kan worden omdat het een nieuwe wereld is. Dan geloof ik ook, als Anne Applebaum, een Amerikaanse journalist, zegt, deze nieuwe communicatiewereld is vergelijkbaar met de introductie van de drukpers door Gutenberg zoveel eeuwen geleden en kan net zo maatschappelijk verstorend effect hebben over langere tijd. Maar goed, u bent politicus, u bent vicevoorzitter. Als u deze analyse maakt, u heeft ook in uw woorden gezegd, ja, we hebben geleerd in die Tweede Wereldoorlog hoe gemakkelijk de mensheid te manipuleren valt. Uw eigen zoon als voorbeeld, die wordt gemanipuleerd waar hij bij zit. Ja. Wat doet u daartegen? Nou, ik heb gezegd wat ik in het hele kleine doe, maar dat is niet uw vraag. Uw vraag, wat doe je daar als politicus tegen? Ja, wat doe je daartegen? Ja. Ik denk dat wij... men zegt dat je moet regels gaan stellen voor die platforms, et cetera. Voor een deel wel. Als je van een krant mag eisen dat die geen leugens verspreidt en daar aansprakelijk voor is, mag je dat ook van platforms eisen. Dus dat moeten we nog regelen. Maar uiteindelijk is de grootste bedreiging van onze samenleving, ook door die technologische vernieuwing, dat we onze kinderen niet meer leren kritisch te denken. En dat heeft ook te maken met het feit dat ons onderwijs nog steeds gestructureerd is in een tijd dat we door opzoeken, je kreeg een opdracht, ga iets zoeken. Door zoeken leer je selecteren en dat selecteren helpt je bij kritisch denken. En mijn kinderen hoeven nooit meer iets te zoeken. Je geeft ze een opdracht en ze googlen het en ze hebben het. En dus we moeten nieuwe methodes ontwikkelen om kinderen te leren kritisch te denken. En dan ben ik ervan overtuigd dat ze zin en onzin kunnen gaan onderscheiden en dat ook ze veel meer alerter worden op wat propaganda is, wat leugens zijn. Er is een journalist vragen. Er is een journalist van de Guardian die een TED-talk hield nog niet zo lang geleden. Die zegt, er is eigenlijk geen democratische verkiezing meer mogelijk sinds Facebook. Nou, een beetje sterk aangezet. Maar ik weet ook zeker dat de Russen zullen nu ook weer proberen via hun bots en hun botfabrieken ook de Europese verkiezingen weer te beïnvloeden. Ja. En zij zijn daar in het verleden ook in geslaagd. Welke samenvatting meneer Barr ook van het rapport geeft van Mueller, daar staat er duidelijk in.
Maar goed, dit is de attitude die we bij onze kinderen proberen aan te leren. Zoek zelf, wees onafhankelijk, wees kritisch. Maar Gaia die heeft denk ik ook ervaren dat gewoon hele volwassen, serieuze journalisten, journalistieke programma's, eigenlijk helemaal geen eigen onderzoek doen. Die basale know-how eigenlijk helemaal niet toepassen. Inderdaad, dat heb ik. Dat is duidelijk geworden doordat het boek Oorlogsouders zo'n vlucht kon maken. Omdat het overal werd opgepikt, radio, televisie, kranten, tijdschriften. Wat leert jou dat? Het bevestigt inderdaad dat mensen niet meer onafhankelijk en kritisch nadenken. Ja, ik denk dat het nivelleren van de Tweede Wereldoorlog ook een thema op zichzelf is. Maar wat breder denk ik ook speelt, is je hebt een bekend boek dat heet Earth Flat News. Dat gaat over de nieuwsindustrie in het Verenigd Koninkrijk. En dat laat wel zien dat in de afgelopen decennia het aantal geld dat mensen verdienen aan bijvoorbeeld journalist zijn heel erg is afgenomen. En ook dat de meeste journalisten een beetje ANP-berichten aan elkaar aan het schrijven zijn achter hun bureau. Eigenlijk helemaal niet meer de straat op gaan met mensen praten, tijd hebben om onderzoek te doen. Het geldt ook voor tv-redacties, voor allerlei vormen van onderzoeksjournalistiek. Dus er is deels, denk ik, inderdaad een behoefte aan kritisch nadenken, kritische denkers die ook dit soort thema's oppakken. Maar er is ook iets in hoe toch dit soort de economie zich heeft ontwikkeld, hoe de journalistiek zich heeft ontwikkeld. Want er zijn ook van mijn leeftijd, ik ben begin 30, er zijn zat mensen die ontzettend graag hun tanden in allerlei maatschappelijke thema's willen zetten. Dus ik ben niet cynisch over het idealisme van jonge mensen. Maar ik heb ook het idee dat er toch, je krijgt te weinig baanzekerheid, bestaanszekerheid om echt maandenlang op een dossier te zitten. Dus ik denk dat daar ook een vraag ligt. Je zou zeggen, een Europese waardegemeenschap heeft daarnaast natuurlijk ook reflectie en journalistieke denkruimte nodig om te kunnen bestaan, om die waarden continu ter discussie te stellen, te onderzoeken. Is dat een rol voor Europa? Ja, dat is een ongelooflijk ingewikkelde vraag. En er zijn vele verschillende antwoorden op gegeven in verschillende landen. In Frankrijk subsidiëren ze de pers massaal. Heeft niet geleid tot meer lezers. Dus mijn neiging is ook altijd geweest als het zichzelf niet. Want het probleem van de geschreven pers, en in toenemende mate ook de audiovisuele pers, is dat advertenties niet meer komen, omdat mensen die advertenties plaatsen kunnen op andere manieren hun klanten bereiken dan via krantadvertenties. Dus de economische basis onder de pers is heel erg verzwakt. Dat is in sommige landen gecompenseerd met belastinggeld. Maar ik heb nog niet gezien dat dat dan ook echt werkt. En daar maak ik me een beetje zorgen over. Daarnaast is een heel nieuw fenomeen dat in heel veel landen, en niet alleen in Centraal- en Oost-Europa, de pers wordt opgekocht door mensen met hele grote economische belangen die vervolgens de inhoud van de pers gaan bepalen. Dus we zitten wel met een groot en groeiend probleem wat betreft de onafhankelijke en kwalitatieve informatievoorziening van onze bevolking. En ja, natuurlijk moet ik hier zitten om jullie dan meteen een hapklaar antwoord daarop te geven. Ik heb het eerlijk gezegd niet, omdat de methode, traditionele methode die de overheid heeft, namelijk verlenen van subsidie, in Frankrijk bijvoorbeeld niet werkt. Ja, in Frankrijk zou ik het, dat wist ik niet, dat is interessant. Maar in Frankrijk zou ik het dan interessant vinden. Ik vind het niet alleen maar belangrijk dat er meer lezers zijn. Ik zou het ook belangrijk vinden of er inderdaad vaker iets naar voren komt dat bijvoorbeeld democratisch politiek interessant is, dat er meer checks zijn op wat waar is en wat niet waar. Dus dat er niet alleen op het niveau van aantal lezers, maar ook de waarheidsvinding beter gewaarborgd is. Hoe doe je dat nou? De Washington Post heeft inmiddels vastgesteld dat president Trump 10.000 keer gelogen heeft in zijn ambtstermijn. Het kan de mensen niks schelen. Ga je daar nou mee om? Ja. En blijft u nog hoopvol? Nou, ik ben zelf hoopvol. Ik ben zelf hoopvol omdat ik zie dat de jonge generatie in Europa, en dan spreek ik echt van jonge generatie, vanaf teenagers, vanuit het idealisme zich nu begint te organiseren. Mijn zorg was altijd de jonge generaties heel idealistisch. Niet meer ideologisch, wel heel idealistisch, maar idealistisch op Facebook. En door bewegingen zoals van Greta Thunberg zie je nu iets nieuws ontstaan.
En je ziet, zij zien, ze ruiken dat het invloed heeft op de politiek. En dat werkt dan weer versterkend op dat organisatievermogen. Dus ik ben eigenlijk niet pessimistisch, maar we gaan nu wel door een hele lastige fase heen. We gaan nog even terug naar die nivellering. Jij wilde een klein stukje voorlezen. Laten we dat even doen. Goed. Dan zal ik even uitleggen wat ik voorlees. En ik begin midden in een hoofdstuk. Daarin beschrijf ik dat ik kijk naar een documentaire. En in die documentaire getuigt mijn moeder van haar tijd in Auschwitz. En dat doet ze omdat ze dat moet. Zij heeft overleefd. Zij kan getuigen en ze is het verplicht aan de doden. En het is, de documentaire is opgenomen in het kader van het Spielberg-project. Steven Spielberg die heeft snel voordat alle overlevenden zouden zijn overleden, wereldwijd mensen op uitgestuurd om interviews te doen. Dus in haar stoel. Het witte kraagje kous gesloten. Het zachte wollen vest met de V-hals. Alle knoopjes dicht. De ketting glanst wit op de crème kleurige blouse. De camera beweegt nauwelijks. Over de gevangenis in Amsterdam spreekt mijn moeder. Overvallen door herinneringen schudt ze van nee, nee. Handen voor haar gezicht. Even maar, dan dalen ze weer. Verdwijnen uit beeld. Ze zegt, Scheveningen, daar was het. In de gevangenis van Scheveningen, niet Amsterdam. In Scheveningen werd mijn man gemarteld. Ik ook. Hij kon niet meer lopen. En ze vertelt van de kostbare minuten waarin ze elkaar hebben gesproken. Zwijgt langdurig, ogen neergeslagen. Kijkt op, zegt, daarna heb ik hem nooit weer gezien. Ik zou de documentaire kunnen afbreken. Ik hoef maar op stop te drukken, maar doe het niet en blijf kijken. Hoor haar vertellen. Zie hoe ze erop aandringt het nummer op haar arm te laten zien. In Auschwitz werd ze een nummer zonder naam. Want nu jullie toch bezig zijn, ze stroopt haar mouw op, moeten jullie dit ook maar opnemen. De camera zoomt in op de cijfers die haar onderarm ontsieren. Door het onderste nummer A-5257, beginnend met een hoofdletter, is een streep gehaald die schuin van linksonder naar rechtsboven loopt. Alleen door de cijfers. De A bleef zoals hij was. Waarom doorgestreept? Ik weet het niet, zegt ze. Het moet fout zijn geweest. Er is een nieuw nummer getatoeëerd. Kijk maar. Boven het doorgestreepte nummer staan de correcte cijfers. 5-3-1-3. De interviewer buigt zich voorover. Hij kijkt. Dan volgt de camera het terugrollen van de mouw. Het sluiten van het knoopje om de pols. Mijn moeder leunt weer achterover in haar stoel. Kijkt op. Alert voor de volgende vraag. En dan begint ze uit zichzelf te praten. De interviewer zwijgt en luistert. Ze vertelt over een ruimte waarin ze de nacht moest doorbrengen, opeengepakt met talloze anderen en hoe zij daar bijna zijn gestikt. Ze vertelt dat ze na de bevrijding niet terug wilde naar Nederland omdat er toch niemand meer leefde. Ze vertelt van de jas, een jas die ze kreeg van iemand en het touw waarmee ze de jas om haar lichaam bond. Het touw redde haar leven, hield haar warm. Zo vertelt ze het. Het touw hield me warm en redde mijn leven. Ze vertelt dat ze dood wilde. Ze vertelt dat ze wilde leven. Ze had immers een kind. Hopelijk leefde het nog. Ze vertelt van een Duitse bewaakster, van een kijkgat in de muur van de gaskamer en dat die vrouw daar naar binnen had gekeken. Wat die vrouw had waargenomen, vertelt ze de interviewer niet. Wel van de verblindende sneeuw, van de pijn in haar ogen, van stenen die ze hoog boven haar hoofd moest vasthouden, van een schoen die ze kwijtraakte.
Ze vertelt van honden die haar achterna zaten en die blaften en blaften en dan zwijgt ze. Ze zwijgt lange tijd, kijkt op, kijkt als een kind. Haar ogen verwijden zich, heel licht worden ze. Ze wendt haar gezicht af en kijkt weer en vraagt de interviewer: is het nu genoeg? Mag ik ophouden? Mag ik alsjeblieft ophouden? Ik zie haar vooroverbuigen, zie haar overeind komen van de stoel en dan loopt ze de kamer uit. Het beeld wordt zwart. En daarna schrijf je, ja, zou ik nou mevrouw Van Boetselaar die film moeten laten zien? Ja, ik heb een jaar doorgebracht of langer met allemaal gesprekken in mijn hoofd. En een van die gesprekken was met haar nadat ze die film had gezien. Of ik verbeeldde me hoe het zou zijn als ze die film zag. Ik had allemaal pogingen om haar te overtuigen dat ze niet zo'n boek had moeten schrijven. Ja, het is denk ik ook een poging om te zeggen, kijk naar de feiten en luister naar de getuigen. Ja, ja. Is dat iets wat we op dit moment voldoende doen? Ja, eerlijk gezegd weet ik het niet. Misschien niet voldoende. Misschien zouden we het meer moeten doen, maar er zijn niet meer zoveel getuigen. Wat gebeurt er op dit moment met zo'n Steven Spielberg project? Er zijn echt duizenden getuigen gefilmd. Er is tienduizenden uren aan materiaal. Je kunt dat online allemaal zien. Ja. Maar het is wel vrijblijvend. Ja. Ik heb het initiatief genomen om te kijken of wij als Europese Commissie dat voor het onderwijs in de hele Europese Unie ter beschikking kunnen stellen. Dus dat we met de Spielberg Foundation het zo kunnen omvormen dat het behandelbaar wordt voor het onderwijs. Want dat is nu wel zo toegankelijk. Maar je moet wel dat kunnen annoteren, zodat het onderwijs ook zeg maar, in de laagste klasse van de middelbare scholen daarmee om kan gaan en daar context bij kan leveren. Dus daar is mijn collega Navracic mee bezig. Andere collega Jourova zit daar ook bovenop. Ik denk dat dat een bijdrage is. Want ik zie wat er nu gebeurt, is dat we op het kantelpunt zitten van herinnering naar geschiedenis. Hè. Er is bijna niemand die het nog uit eerste hand kan vertellen. En je kent dat soort kantelpunten, krijg je ook een herijking. En dan wordt er gekeken, ja, was het allemaal wel zo? En moeten we niet nog eens naar kijken? En we hebben natuurlijk ook als Europese samenleving, ook in Nederland, onderhuids een heel groot schuldgevoel op dit punt. Niet alleen voor hoe de Shoah heeft kunnen gebeuren, maar ook hoe we na de Tweede Wereldoorlog met de Joodse bevolking zijn omgegaan. Ze werden bepaald niet, ook niet in Amsterdam, met open armen ontvangen. En de hele discussie over de Shoah is eigenlijk pas in de jaren 70 op gang gekomen op basis van wat in de Verenigde Staten gebeurde, niet eens wat in Europa gebeurde. Dus die verdringingscultuur die we toch na de oorlog ook hadden, zit ons ook nog wel dwars. En die komt dan bij zo'n kantelpunt in de geschiedenis volgens mij ook weer boven. Als we nou naar uw speech luisteren, dan zegt hij aan de ene kant, ja, er zijn autoritaire nationalistische partijen in opkomst. Er worden weer minderheden uitgesloten. Er is racisme. Er is opnieuw antisemitisme. Dan vraag ik me wel af, in hoeverre waar we dan nu staan, is dat te wijten aan een gebrek aan kennis van het verleden? Is dat de verklaring? Het is altijd onderdeel van de verklaring. Maar ik denk dat de belangrijkste verklaring is dat kennelijk het pessimisme bij mensen af en toe wanhoop nadert en dat men dan weer gevoelig wordt voor het vinden van een zondebok. Zo doen we dat als Europeanen al eeuwen. En we hebben gedacht, naïef misschien, dat de vorm van Europese samenwerking die hebben we gekozen op basis van verdragen waar iedereen zich aan moet houden, waar ook voor iedereen de rechten volledig gegarandeerd zijn, waar we vooral met minderheden voorzichtig omgaan, dat dat een voldoende garantie zou zijn dat dat niet terug zou komen, helaas. Helaas blijkt dat niet zo te zijn. Ik kan een voorbeeld noemen. Zijn we in Europa niet ook heel voorzichtig geweest in het idee van alles wat nationalisme is, is per definitie eng na 45. Het moet internationaal, het moet inclusief, open grenzen, internationale blik. En elke vorm van nationalisme is de kiem gesmoord. Is dat een... Dat is natuurlijk niet wat er in
aan de andere kant van het IJzeren Gordijn is gebeurd na de Tweede Wereldoorlog. Die hebben weer een hele andere geschiedenis. Ik heb het even over West-Europa. Maar ik denk dat terecht West-Europa het nationalisme als een van de oorzaken van de gewapende conflicten in de 20e eeuw heeft gezien. Want het nationalisme heeft namelijk een transformatie doorgemaakt. In het begin van de 19e eeuw was nationalisme echt een emancipatiebeweging om ook op niveau van de staat een sociale staat op te bouwen. En tegen het einde van de 19e eeuw kreeg het een hele militaire en agressieve lading. En ja, dat François Mitterrand, het Europees parlement, op een gegeven moment zei: le nationalisme, c'est la guerre. Dat was de uiting van zijn generatie die de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt tegen het nationalisme. En op die basis is natuurlijk de Europese Unie opgebouwd. Maar wat daarbij verwaarloosd is, en dat is de kritische noot die je inderdaad kunt plaatsen, is niet het nationalisme, maar de identiteit. Dus we hebben de identiteit niet als onderwerp van discussie geplaatst, omdat we die te dicht tegen het nationalisme aan zagen liggen. Ja. En daar is denk ik wel een fout gemaakt, want ieder mens heeft behoefte aan een identiteit en zich kunnen identificeren met een gemeenschap waar zij of hij toe behoort. En daar hebben we denk ik wat weinig aandacht voor gehad als samenleving na de Tweede Wereldoorlog. Nou, er is nog wel een vraag. U zegt ja, het gaat om een waardegemeenschap. Daar hoort ook het sociale verhaal bij. In 1983 heeft meneer Delors al gezegd: wij moeten ook een sociaal Europa maken. Waarom is dat volstrekt veronachtzaamd? Dat komt omdat de lidstaten daar niet aan willen. Dat komt omdat geen enkel land, omdat men uitging van het feit moral hazard. Hè? Dus wat nu moral hazard heet. Dat wil zeggen, ik heb geen zin om mijn sociaal stelsel dat ik nationaal heb opgebouwd, om dat te delen met armoedzaaiers die veel minder hebben bereikt dan ik. Dat is heel plat gezegd de reden waarom we op dat punt geen vooruitgang hebben geboekt. Bovendien, in die tijd was de economie nog zo georganiseerd dat je op de nationale schaal het aardig goed voor elkaar kon krijgen. Maar nu, in die vierde industriële revolutie, zijn de economische actoren zo groot. Één onderwerp, belastingen. De grootste techbedrijven in de wereld maken miljarden winsten in Europa, betalen geen eurobelasting. Waarom? Omdat ze individuele lidstaten kunnen dwingen om zonder belasting daar actief te zijn. Daar kan je alleen op Europese schaal iets aan doen. En daar moet ook de Nederlandse regering eindelijk eens de realiteit van inzien dat die belastingconcurrentie de sociale staat ondermijnt. Omdat er miljarden winsten worden gemaakt zonder dat de belasting wordt afgedragen. Maar dat is natuurlijk wat heel veel mensen voelen. Dat ze denken, tuurlijk, ja, als er dan jullie redden wel de banken, maar hè? Natuurlijk, dat is het. Nou, ik wilde nog wat preciezer zijn. Dat er gezegd wordt, ja, aan de ene kant roepen jullie, we moeten Europees verband hebben. We moeten die structuur Europees maken, want dat is onze concurrentiekracht in de wereld. Maar diezelfde concurrentiekracht slaagt er niet in om zijn eigen bewoners, zijn eigen middenklasse te beschermen. Maar dan moeten we ook over alles eerlijk zijn. Als je naar de opiniepeiling kijkt in de Europese Unie, zit er ook in de mening van onze bevolking een fundamentele tegenstrijdigheid. Ja, Europa moet dit oplossen. Nee, niet meer bevoegdheden naar Brussel. Er zit wel ergens spanning. Op die terreinen waar men wel bevoegdheden wil, daar is het zo duidelijk, daar moet het wel. Hè? Klimaatverandering, migratiebeleid. Maar ook Nederland wil asielbeleid, ja, uiteindelijk wel Europees, maar we willen toch graag zelf beschermen. Dus er zit ook in onze eigen houding nog een tegenstelling tussen de oppervlakkige, ja, we weten, dit moet Europees geregeld worden. Maar als je dan boter bij de vis moet leveren, namelijk, dan moet je ook gezamenlijk dat besluiten. Nee, dat niet. Dat willen we toch liever in eigen hand houden. En die tegenstrijdigheid, daar moeten we overheen zien te groeien. Daar hebben we niet veel tijd voor. Maar goed, ondertussen, en dat vraag ik aan jullie alle drie, wordt er gezegd, we zien wel weer dezelfde stappen. U zegt, we moeten niet de Holocaust als zodanig vergelijken, maar wel de stappen ernaartoe. We zien wel weer dezelfde sentimenten, dezelfde stappen. Umberto Eco heeft dat zelfs in 10 fases beschreven. Oerfascisme noemt hij. Oerfascisme. Ja, hoe verhoudt dan zeg maar dat benalen van het kwaad van Arendt zich uiteindelijk tot die uniciteit van de Holocaust, terwijl die stappen er wel weer zijn? Nou, ik denk, we willen het juist omdraaien. Laten we niet, omdat die Holocaust zo uniek is, laten we niet altijd als we kwaad zien opkomen het meteen lineair naar de Holocaust leiden. Dat is wat jij ook bedoelde met toen je zei het is of dit of dat. Ja. Dat moeten we niet doen, maar we moeten wel ons veel meer ervan bewust zijn dat een systeem van de ander
als, omdat hij anders is, als zondebok betitelen, leidt tot een confrontatie in samenleving en tussen samenleving die verlamt. Soms is het niet eens omdat iemand anders is, maar omdat hij een andere mening heeft. Als je terugkijkt naar de afgelopen jaren in het Verenigd Koninkrijk, dan is de Brexit, dan is de lidmaatschap van de Europese Unie, wat nooit hoog op het prioriteitenlijstje stond van de gewone burgers. Dat is door dat referendum, is dat nu het grote thema geworden. De samenleving is compleet verlamd, omdat men zo tegenover elkaar staat dat het inmiddels een geloofsartikel is geworden. Er gebeurt niks meer in de infrastructuur, het onderwijs, de gezondheidszorg. En het zal heel lang duren voordat men weer bij elkaar komt. Nou was de intentie van meneer Cameron nooit dat dat zou gebeuren. Hij wilde een intern partijconflict oplossen door middel van een referendum. Maar mag je politici alleen maar afrekenen op de intentie, of mag je ze ook afrekenen op wat er gebeurt omdat ze met een verkeerde intentie iets heel anders veroorzaken? Geef het antwoord is. Nou, ik vind dat je ze, dat wij als politici niet alleen op onze intenties moeten worden afgerekend, maar ook op de effecten van onze woorden en van onze daden. Daar moet over nagedacht van tevoren. Ja, en misschien is er ook te weinig tegenwicht meer. Misschien wordt er iets te snel dit soort radicale beslissingen genomen. We hebben ook, wat is er nou mooier in de politiek, in een samenleving met zoveel verschillen, wat is er nou mooier dan een compromis? Maar tegenwoordig is een compromis vies, dat is niet. Het moet zwart of wit zijn. En we kunnen toch in een samenleving als de onze niets voor elkaar krijgen zonder dat we met elkaar praten en compromissen sluiten. Ik zie het niet anders. Hoe kijk jij daarnaar? Als je het hebt over die stappen die ECO ook onderscheidt en de manier waarop we daar nu over praten en hoe snel het dan eigenlijk alleen nog maar tot de vraag komt, ja, dat leidt tot de Holocaust. En dan wordt er gezegd, Godwin, dat mag je nooit zo zeggen. Dat is onvergelijkbaar. Dit haalt de discussie onmiddellijk onderuit. Ja, nou, ik denk dat vergelijkingen met de vorige eeuw wel moeten kunnen. Dus het argument dat mag nooit, dat vind ik eigenlijk ook niet zo sterk. Ik denk juist dat dat een morele, haast soort van nieuw begin natuurlijk van Europa was. En we hadden het net even over de kwaliteit van onderwijs en geschiedenis. En ik denk toch wel dat dat een grote rol speelt. Ik denk namelijk dat in het Nederlands onderwijs er een heel grote focus is op 40-45. Ja. Dus de Nederlandse bezetting. Maar het zou interessanter zijn om inderdaad de jaren 20 tot en met het einde van de Tweede Wereldoorlog te bespreken. Dus ook inderdaad die mechanismen die al in de 1920, 1930 speelden. En ECO werd al even genoemd, maar nogmaals, Arendt heeft ook in haar boek The Origins of Totalitarianism, heeft ook heel mooi beschreven hoe een bevolking op drift kan raken. En ook een epoche ontstaat waar ontzettend veel gelogen wordt. Zij heeft ook ontzettend veel geschreven over wat er gebeurt als steeds meer mensen gaan liegen. En ook dat iedereen eigenlijk weet dat er gelogen wordt. En haar analyse ervan is dus dat mensen niet zozeer de leugen gaan geloven, maar gaan twijfelen aan alles. Dus niets is meer waar. Het is niet per se dat mensen denken, ik geloof deze leugen, maar niets is meer waar. En dat is dus, dan kom je op een hellend vlak. Je voedt eigenlijk de totale onverschillige daarmee. Ja, of een soort van, misschien een onverschilligheid als effect daarvan. Maar ook in het begin dat je nergens meer van op aan kunt. En ik denk dus juist dat ook in het onderwijs, dus niet alleen maar de bezetting en toen kwamen de Duitsers naar ons toe en toen zijn wij bezet, maar dat er een breder verhaal misschien wel vanuit Europa in bredere zin moet komen. Van wat waren nou inderdaad de onderliggende mechanismen? Waar begon het mee? Wat waren de eerste tekenen van uitsluiting van de Joodse gemeenschap? Kunnen we daar nu misschien, ik vind dat je die vraag wel degelijk mag stellen, zien we daar soortgelijke vormen van uitsluiting weer gebeuren? Ja. Nu wordt er vaak gepleit voor neutrale burgerschapvorming. Voor het idee dat er zoiets is als neutraliteit op dat gebied. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, daar heb ik dus het essay over geschreven. Dat gaat over burgerschap in brede zin. Dus kwetsbaarheid en weerbaarheid over het belang van burgerschap? Ja. Ja, dus het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft mij gevraagd om dat te schrijven. Nou, burgerschap is natuurlijk een heel gelaagd en breed begrip, maar ik ga zeker ook in het essay in op burgerschapsonderwijs. En ik denk dat dat wel goed is. En neutraal burgerschapsonderwijs, zo noem ik het zelf niet. Maar ik denk dat ik daar wel achter zou staan. Dus om even een context te schetsen. In Nederland is burgerschapsonderwijs pas sinds 2006 verplicht voor scholen.
Dus het heeft eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog ontzettend lang geduurd voordat er iets als burgerschapsonderwijs kwam. Kun je verklaren waarom dat zo lang geduurd heeft? Nou, dat was een combinatie aan factoren. Een deel was dat we een hele brede vorm van vrijheid van onderwijs hebben. Dus interveniëren in... Het curriculum, dat is lastig. Dat is in überhaupt natuurlijk lastig, maar in Nederland had dat ook een hele bijzondere discussie, triggerde dat meteen. Daarnaast is ook juist door de Tweede Wereldoorlog en ook de latere totalitaire regimes van communistische aard een angst voor staatsindoctrinatie geweest. Dus er was een breder gevoel van laat de staat nou helemaal niks over waarde zeggen. Dat is een stuk beter dan dat de staat weer gaat vertellen wat goed en fout is. Maar dat is op termijn wel enigszins genuanceerd, want er zijn meerdere onderzoeken geweest, ook vrij recent, dat Nederlandse scholieren dus relatief weinig weten van hoe de democratie werkt. Dus dat is niet eens de vraag of ze het steunen, maar de vraag is gewoon, kun je basaal uitleggen wat de rechtsstaat is, wat de democratie is, wat machtenscheiding is. En als je Nederlandse scholieren vergelijkt met vergelijkbare landen of landen met wie we ons graag vergelijken, bijvoorbeeld Denemarken, dan zie je dat Nederlandse scholieren daar dus in achterlopen, om het zo te zeggen. Dus toen is in 2006 het plan gekomen dat er toch burgerschapsonderwijs moest komen. En daar is nu ook weer vrij recent in 2011 en in 2016 onderzoeken naar geweest dat dat nog eigenlijk helemaal niet staat. Dus scholen weten niet goed wat ze ermee moeten. Ze weten eigenlijk niet goed wat het is. Het is onduidelijk wat scholieren meenemen. Dus dat is nog steeds een dossier. Dus minister Slob die is daar nu mee bezig. Komt weer een nieuw curriculum van burgerschapsonderwijs. Dus dat is nu iets dat... waar Nederland op een bepaalde manier mee worstelt. Dus we zijn bijna 15 jaar verder en we hebben eigenlijk nog geen deuk in een pakje boter geslagen. Nee. En dat is dus ook deels omdat we niet zo goed weten wat het nou betekent. En ik ben wel voor neutraal burgerschapsonderwijs in die zin dat ik denk dat het al heel erg goed is als scholen, en scholen is maar een deel van de puzzel, hè? Dus burgerschap is ook iets dat we allemaal delen, dat u zo'n boek schrijft en een stelling inneemt en feiten op tafel legt, dat is ook burgerschap. Of het tonen van burgerschap. Maar dat burgerschapsonderwijs op zijn minst uitlegt hoe de liberale democratische rechtsstaat werkt, dan kun je later nog argumenteren over wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen. Maar om het ook te kunnen afwijzen, moeten we wel eerst weten wat het is. En dat is denk ik ook wel iets dat steeds terugkomt in dit gesprek. Dat er dus een gebrek aan feiten, kennis en precisie is. Nou, de Brexit is daar natuurlijk ook een heel goed voorbeeld van. Dat mensen nadat ze ervoor hadden gestemd gingen googelen, what is the EU? Dus we kunnen een discussie hebben over de EU, onderdeel van burgerschap, publieke discussies over alle mogelijke onderwerpen. Maar zo'n discussie moet natuurlijk wel gaan over wat de EU is en wat de EU voor ons doet en misschien wat de EU voor ons wat niet voor ons doet. Ook kunnen zeggen, het is toch eigenlijk raar dat we dit laten afhangen van een minister die het belangrijk vindt of een wet wat daarover gaat. Terwijl die attitude toch zou moeten zitten bij bijvoorbeeld scholen zelf. En besturen van die scholen die zeggen het is gewoon cruciaal dat onze leerlingen dat leren. Ja. Ouders die dat afdwingen, die in medezeggenschapsraden en dergelijke daar vragen over stellen. Klaarblijkelijk is het niet iets wat wij van nature als iets belangrijks zien. Nou ja, het interessante is dat als je enquêtes houdt onder Nederlanders steunt u de democratie, dat de percentages die ja zeggen zijn ongelooflijk hoog. Dus ook internationaal is Nederland een van de grootste steuners van de democratie. Dus als je dat ziet, zou je denken, nou, dat zit eigenlijk gewoon hartstikke goed. Tegelijkertijd, als je doorvraagt, wat is de democratie? Dan antwoorden heel veel mensen vrijheid. Dus gewoon in abstracto vrijheid. En vrijheid is goed. En dat is ook al interessant als je nadenkt over een partij als de Partij van de Vrijheid. Dat triggert dus meteen een hele positieve notie. Ter onderdelen van hun partijprogramma natuurlijk tegen de liberaal-democratische rechtsstaat ingaan. Dus het is interessant om te zien dat de democratie als breed begrip wel gesteund wordt. Maar dat de diepere kennis over dat een democratie natuurlijk niet alleen vrijheid impliceert. Een liberaal-democratische rechtsstaat is eigenlijk een pakket aan allerlei regels. Waar ook fundamentele grondrechten voor iedereen en zeker ook voor minderheden een deel voor zijn. De machtenscheiding, de rechtspraak een onderdeel van is. Dus de crux van een liberaal-democratische rechtsstaat is ook dat sommige dingen juist niet mogen. Ja, dat dus vrijheid geclausuleerd is. Ja. Vormen van onvrijheid juist in de democratie verborgen, ingebracht. Omdat we dus dat soort dingen niet willen en dat dat niet democratisch zou zijn. Ja. Dus het is interessant dat juist, en daarom noem ik het ook kwetsbaarheid en weerbaarheid, het is dus een heel sterk systeem. We mogen allemaal onze eigen opvattingen hebben. Daar kan het systeem echt heel goed tegen.
En tegelijkertijd is het ook kwetsbaar, want de regels moeten in basale vorm wel geaccepteerd worden. En mensen moeten er ook kennis van hebben. Goed, we gaan er zo over door. Maar het lijkt me een goed moment om Tom Lanois te vragen om zijn volgende stuk te lezen. Ga je gang. Zeggen gewoon, eigenlijk. Ik beloof u één ding, ik zal niet te lang speechen. En tweede, ik zal geen citaten van Göring meer voorlezen. Maar er moet toch wel iets van het hart, eigenlijk. En ik sta hier toch als een, nou ja, als een Vlaming, als een Belg, met behartenswaardige dingen gezegd. Ik denk het belang van heel theater na de Dam. En lieve, geweldige, ongelooflijke, godgelijke Nederlandse vrienden, accepteer nu ook eens een compliment. Wat tegelijkertijd ook een aansporing is. Het compliment is, bekijk nou eens dit project. Ik kan u verzekeren, wij hebben dat niet op die manier. Daar zijn redenen voor, historische redenen, waarbij een herdenking van zoiets groots als de Shoah is het, en van een Europees verschijnsel als de extreemrechts, is het misschien ook niet onhandig om eens over de grens te kijken. Natuurlijk hebben jullie al direct onze grote bewondering, ik denk van heel Europa, bij de plechtigheid op de Dam, dat het mogelijk is dat er duizenden Nederlanders samen staan en gedurende 2 minuten een mond niet openen doen. Dat is op zich al ongelooflijk. En ten tweede natuurlijk is het ook wel wat theater na de Dam, en ik zou het hele team ervan toch echt willen feliciteren en willen danken dat ik heb mee mogen werken. Ik zal straks uitleggen wat dan dat precies is. Maar wat daar gebeurd is, is dat wat journalistiek niet kan, wetenschap niet kan, wat historici niet kunnen, is dankzij het onwaarachtige spel van de glorieuze leugen, genaamd kunst, dat we op die manier dichter bij de echte waarheid komen. En dat het kunstaandeel van theater na de Dam, en dat is zeer Europees, dat we juist daar opnieuw een gemeenschappelijke basis vinden. Ik heb een toneelstuk mogen schrijven omdat ik werd uitgenodigd. Ik heb ongegeneerd, zonder Antwerpen te noemen, en onze burger, onze oorlogsburgemeester, die pas onlangs helemaal is onthuld als iemand die de razzia's mee heeft georganiseerd, zoals iedereen wist, maar niemand echt durfde te zeggen. Er is iets erger, hoor, dan onverschilligheid. Het is moedwillige stilte, walmende stilte, omdat iedereen weet dat er iets onder zit. Nu, dat heb ik mee mogen brengen. Maar misschien is het beter dat we af en toe toch over de grens gaan kijken. Dan zou bijvoorbeeld ook, als er een meldpunt voor linkse leraren komt, iemand zich mijn enige wapenfeit herinneren. In 1989 heeft het Vlaams Blok, 30 jaar geleden, laat u dat even inzinken. Ik heb altijd gedacht dat wij Belgen in één ding beter waren dan jullie. Dat was het opkweken van eigen fascisten. De laatste decennia zijn jullie iets voorbijgeschoten. Het voetbal is naar beneden gegaan, de rest omhoog. Bijna met de armen en alles. Maar dus, ik moet zeggen, ik heb toen een homeopathische manier gevonden om dat meldpunt helemaal ondeugdelijk te maken. Ik heb in Humo, een veelgelezen tijdschrift, opgeroepen om valse aantijgingen, vooral tegen leraren die je niet kunt hebben, in te sturen. En er is nooit een rapport gekomen. Het is maar een tip. Het is maar een homeopathische tip. Dank u wel. Ik lees nu een stukje uit de slotspeech van het stuk dat morgen in 11 theaterzalen tegelijkertijd, dus dat krijg ik er ook nog eens als cadeau bovenop, een heel mooi toneelstuk waar ik trots op ben. En dankzij Theater na de Dam wordt dat in 11 zalen gelezen. Morgen, verloren vader, burgemeester, burgervader, u begrijpt al een beetje van de inhoud, maar nog niet helemaal. Een verzetsheld, gebaseerd op een bestaande, Charles Schepens, die heel beroemd geworden is in Amerika, komt terug. Bij mij heet hij Victor Schepens na 50, 60 jaar. Dat is een tragedie binnen nog eens de weerstand, zoals dat bij ons heet, het verzet gebeurt. Dat kom je te weten. Hij wordt geïnterviewd met een stipendium van de Europese Commissie door 2 jonge Nederlandse journalisten. En en cours de route, u moet dan maar komen luisteren of u moet het later maar lezen. Het wordt uitgegeven in de nieuwe theaterbibliotheek. In 3 bewegingen legt hij zijn hele levensverhaal uit. Hij is eigenlijk naar een grote havenstad gekomen om te speechen. Hij heeft een lichte vorm van dementie. Hij scheurt zijn speech en hij spreekt uit het hart. Ik was gekomen hierheen om te rouwen. Niet om te oordelen. Laat staan om te veroordelen.
Dat leek me ongepast. Iets wat buiten mijn rol viel. Wie zoals ik lang genoeg van zijn geboortegrond is weggebleven om beschouwd te kunnen worden als een vreemdeling, die wordt niet verondersteld om hier in het openbaar het kaf te komen scheiden van het koren. En al zeker niet in een tijdsgewricht waarin iedere vreemdeling er blijkbaar opnieuw aan moet herinnerd worden wat zijn plaats zou zijn. En die plaats is steeds meer, steeds weer buiten de groep. Ik heb het dan niet over het handjevol makkers van me dat weerwerkboot gemarteld is en hun daad bekocht met het leven. De groep waar ik het over wil hebben is zoveel groter en ongrijpbaarder. Hij is een beetje aan het dementeren, dus hij verspreekt zich af en toe. Die groep is mythischer, zeg maar mistiger, zeg maar zorgelijk dweepziek. Het is een club van enkelingen die privileges opeisen op basis van onvervreemdbare kenmerken die ze eerst zelf toedichten aan de eigen club. Kenmerken die ze vervolgens weer toedichten aan zichzelf, als waren het erfelijke eretekens van ieder clublid afzonderlijk. Een perpetuum mobile van privaat naar collectief narcisme en weer terug. Er zijn sociologen die dat het watermerk noemen van ieder nationalisme. Goddank voor de sociologie ben ik geen socioloog. Maar ik weet wel dit. Het bovenstaande perpetuum mobile leidt tot iets bizars. Iets bizars tegenstrijdigs. Een volgzame kudde van zelfverklaarde individualisten. Dat fenomeen is verre van nieuw, maar ook verre van onschuldig. En toch zijn wij, vrees ik, vandaag opnieuw aan het verwoorden tot zulke groepen. In dit prachtige continent, ook ver daarbuiten. Kuddes van trotse individualisten die hun gezamenlijke angst hartstochtelijk liefhebben en zelfs opkloppen. Want als je twijfelt aan wat je echt verbindt, komen vijandbeelden prima van pas. Om jezelf te begrenzen en te bepalen, is een vijand nu eenmaal bruikbaarder dan een vriend. De buitenlandse en de binnenlandse vijand, de barbaar en de verrader. En uiteraard moet je die twee tot elkaars bondgenoot doen versmelten en zo tot dubbele vijand van jezelf, liefst in een wereldomspannend complot. Geen fundering zo solide als een ingebeelde bedreiging van alle kanten tegelijk. En de ideale vijand moet niet alleen groter lijken dan hij is, je moet hem vooral groter maken dan jezelf. De snelste politieke carrière begint met de rol van slachtoffer. Zonder roodkapje geen messias. Ook die twee zijn onmisbare bondgenoten in de strijd om perceptie en volksgunst. En hoe kleurrijker het lijden is waarmee je kunt pronken, des te vanzelfsprekender lijkt de roep om de eigen kudde te mogen beschermen. En wel met alle middelen, desnoods ook het verloochenen van verdragen en universele verklaringen die wij op andere momenten juist de basis noemen van onze beschaving. De grondslag van onze algehele morele uitmuntendheid door de eeuwen heen. Als het ons goed uitkomt, zijn we zelfs apentrots op die grondslag. Pas in het buitenland, 50 jaar lang, is de definitie van de Europeaan mij pijnlijk duidelijk geworden. Een Europeaan is iemand die tegen de rest van de wereld zegt: luister goed, jongens, wij hebben uitgevonden dat iedereen gelijk is. En daarom zijn wij superieur. Misschien is de crisis van Europa in de eerste plaats een crisis van zijn zelfbeeld. Misschien blijken we uiteindelijk toch te kleingeestig te zijn voor de immense idealen waarmee we onszelf zo graag kronen. De rest kan u morgen horen. In Ita, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. We hebben de gelijkheid uitgevonden en dus zijn we superieur. Frans Timmermans? Je hebt natuurlijk eigenlijk nog maar twee soorten landen in Europa. Kleine landen en landen die nog niet weten dat ze klein zijn. En die landen die nog niet weten dat ze klein zijn, hebben vaak een heel groot ook koloniaal verleden. En met name vanaf de tweede helft van de 19e eeuw zijn die landen heel sterk, ook vanuit morele principes, gaan bekeren. Vanuit onze hoogdravende principes. En ik denk dat dat ons nog steeds parten speelt, absoluut.
Maar wat ik ook prachtig vond in dit verhaal, is dat waar is de afkeer van de vreemdeling het grootst? Daar waar de twijfel over de eigen identiteit ook het grootst is. Hè? Dus als je heel erg zeker bent over waar je zelf staat en wat je zelf bent, dan ben je nieuwsgierig over een ander, want dat is dan geen bedreiging. En in dat lijstje van Umberto Eco over het oerfascisme, dan zegt hij ook twee dingen. Hè? Fascisten maken een vijand enorm groot. En tegelijkertijd maken ze hem cultureel en moreel zwaar inferieur. Die zoiets combinatie. Als de Europese Unie nu met China doet, zeg maar. Ja, dat was nog niet de eerste vergelijking die bij mij op zou komen. Nee, zoals we in heel veel Europese landen met de islam omgaan. Een achterlijke cultuur, maar wel in staat om ons hele bestel overhoop te gooien met een paar duizend mensen. Er zit ergens een kleine tegenstrijdigheid in, zou ik bijna denken. Maar dat is wel het beeld wat voortdurend wordt opgeroepen. Hè. Dat is wat Orbán zegt. Ik kan geen drie moslims in Hongarije zeggen, want dan gaat de Hongaarse cultuur eraan. En tegelijkertijd zijn ze natuurlijk ver inferieur aan mijn christelijke waarden. Er zit een tegenstrijdigheid in die ik alleen maar kan verklaren vanuit angst en zwakte en onzekerheid over wie je zelf bent. Je zou ook kunnen zeggen, het is gewoon het gevolg van een heel gebrekkig immaterieel discours. Europa is volstrekt materieel geweest in zijn waarden, in zijn gedachten van economische eenwording. Nee, ik denk maar dat we ik... zijn volstrekt onverschillig geweest op die andere hersenhelft. Nee, ik denk juist, ik denk dat vanaf het begin het tegenovergestelde waar was. En op een gegeven moment dat het discours over nie wieder niet meer werkte, zijn we Europa heel transactioneel gaan maken. Roamingkosten zijn minder, de markt... Maar even, komma, waarom werkte dat dan niet meer? Wie bepaalde dat? Nou, ik denk dat, kijk, in een samenleving die materialistischer is geworden, individualistischer is geworden, we een gemeenschappelijk samenverbindend verhaal kwijt zijn geraakt. En dat is een heel groot gemis. Dat is toch de taak van de politiek? Ja, het is heel makkelijk als we dat nou bij mij neerlegt als politicus. Nou, nee, zijn, maar de rest is er dan allemaal vanaf. Niet u als persoon, maar de politiek, heb ik het gedaan. Die moet toch verhalen vertellen? Die nog stippen op de horizon neerzetten? Ja, de politiek moet verhalen vertellen, maar dit is wel een gemeenschappelijk maatschappelijke verantwoordelijkheid die ik heb, maar die we hier allemaal hebben. Hè? Want daar heeft de politiek wel een gigantische fout gemaakt. Onze relatie met de burgers is een relatie tussen consument en leverancier geworden. Dan moet je als politicus ook niet verbaasd zijn dat de consument zich als consument gaat gedragen en niet als burger. En als je niet levert, dan wordt hij afgerekend. Daarvan is dus dat burgerschapsonderwijs zo belangrijk, dat we weer opnieuw uitvinden dat iedere burger niet alleen recht heeft, maar ook plicht heeft tegenover elkaar, niet zozeer tegenover de overheid. En dat je die plichten niet kunt uitbesteden aan een gemeente of aan een provincie of aan een rijk of aan Europa. Ik denk dat we die relatie opnieuw uit moeten vinden in wat ik dan maar noem een postpaternalistische samenleving. Want veel van de problemen waar we in Nederland mee kampen hebben toch ook te maken met de verzuiling nog steeds, waarin dat allemaal werd uitbesteed naar boven toe. En die is er niet meer. En daar is nooit echt iets voor in de plaats gekomen. Tamar, ja, u mag zeker zo wat zeggen. Ik wil Tamar één vraag stellen en dan mag u. Het klinkt toch een beetje als wij hebben het grote verhaal niet meer. Nou moeten ze het zelf maar even met elkaar gaan ontwikkelen. Nou, zo begreep ik niet helemaal. Maar ik dankjewel. Ik denk wel dat er een interessante discussie is, wat net ook al even genoemd werd, over de rol van de natiestaat ten opzichte van de EU. Dus ik denk dat puur empirisch de meeste mensen zich nog steeds het sterkst identificeren. Zeker. Met hun staat. Absoluut. En niet met de EU. Absoluut. Dus ook politici van de EU en ook hoe de EU precies werkt, daar is toch weinig identificatie en kennis van. En ja, of we het nou nationalisme noemen of iets anders, er is in ieder geval in de academische discussie nu, en dan bedoel ik een beetje in de politieke theorie, toch de vraag van is er niet toch een vorm van nationalisme aan de linkerkant. Ik weet niet, ik vind dat links-rechts onderscheid altijd lastig, maar laten we het nu even toch aanhouden. Iets laten liggen. Dus je hebt bijvoorbeeld Yael Tamir. Zij is politiek wetenschapper en ze is ook voor de Labour Party in Israël minister van Integratie geweest. Zij heeft al in de jaren 90 een boek geschreven over liberaal nationalisme en ze heeft nu net een nieuw boek, Why Nationalism?
En het interessante is dat zij op één lijn zit met veel Canadese denkers, die helemaal niet bang zijn, ook een andere geschiedenis natuurlijk, om nationale gevoelens te combineren met een heel inclusieve vorm van burgerschap. Dus ja, de vraag is inderdaad, dat is de vraag die ik heb, of er in Europa de vrijheid is om met een nationaal verhaal te komen, dat overigens gepaard kan gaan met een EU-dimensie. We hebben allemaal meerdere identiteiten, dus dat dat op twee niveaus kan, dat lijkt me geen probleem. Maar wat me wel een probleem lijkt, is dat de nazistaat al zo wordt gemobiliseerd met een heel ander verhaal. En met dat verhaal heeft dus te maken met van onze waarden, onze cultuur, wij staan onder druk. En of daar een meer genuanceerd en meer inclusief ander nationaal verhaal ooit met succes naast kan komen. Dat is denk ik wel een van de grotere vragen van nu. Maar het grote contrast natuurlijk met Canada is dat het nationalisme in Canada absoluut is losgezongen van identiteit. Mm-hmm. Of etniciteit. Terwijl het nationalisme in Europa heel vaak heel eng verbonden is met identiteit en etniciteit. En in een samenleving die zo divers is als de Europese, is dat vragen om problemen. Ja. He, dus je moet, mijn tegenstelling die ik probeer te creëren is tussen nationalisme en patriotisme. Nationalisme is al heel gauw etnisch bepaald of identitair bepaald. Terwijl patriotisme is een veel ruimer begrip dat ook ruimte laat voor diversiteit, hoop ik dan tenminste. En een patriot heeft geen vijanden nodig, maar iedere nationalist in Europa, het eerste wat hij doet is een paar vijanden uitzoeken, want dat houdt hem levende. Dat kwam ook mooi uit het stuk. Goed, een paar vragen uit het publiek om het te vervolmaken. U wilde al meteen iets zeggen. Zeg even wie je bent. Wie ben ik? Ik weet niet, dat vergeten mensen toch meteen direct weer. Ed Huig is mijn naam. Okay. Maar goed, voor de formaliteit. De laatste twee wat u vroeg van dat materialisme. We moeten ons de vraag stellen van, ja, waar is dat materialisme zo door veroorzaakt? Waarom zijn we zo materialistisch geworden? Die vraag lijkt mij uiterst relevant. En ik zou Danny Roderick, dat was die Amerikaanse hoogleraar, die op een gegeven moment een trilemma heeft neergelegd. In de zin van, ja, wat willen we nou? Willen we nou en globalisering, en een nazistaat, en democratie? Dat kan niet alle drie. We zullen moeten kiezen tussen twee van die drie. Ik dacht, nou, dat gaan we niet doen. We blijven doormodderen met die drie. Maar je ziet toch de laatste jaren dat er wel een herijking plaatsvindt, of een reflectie van, zijn we niet veel doorgeschoten met die globalisering? En is die nazistaat eigenlijk niet, nou ja, aansluit op wat jij zei, niet toch iets waar mensen, nou dat zie je ook, zich toch wel heel erg aan hechten? Okay. Ik voel mij een Europeaan, maar heel veel mensen in dit land voelen zich helemaal geen Europeaan. Die voelen zich met hun regio verbonden of met hun land. En als je dan kijkt naar de ongelijkheid die er is, er is een enorme ongelijkheid in kapitaal. Dus even uw vraag. Afmaken. Nou nee, u moet wel een beetje puntig zijn. Even reactie van de heer Timmermans. Ja. Nou kijk, er is inderdaad. Het is inderdaad zo dat de tegenstelling tussen Europa en de lidstaten of de nazistaat heel vaak kunstmatig is. Omdat Europa werd gezien als onbreekbaar, dus het was heel goedkoop, kosteloos eigenlijk, voor nationale politici om altijd als iets goeds ging, dat hebben wij gedaan. Als iets slechts ging, komt door dat verdomde Europa. En dat heeft heel vaak, en dat zie je met name in Engeland ook, heel vaak iedere steun voor dat project ondermijnt. Terwijl Europa kan niet gemaakt worden ten koste van de lidstaten. Maar de lidstaten hebben inmiddels ook Europa wel nodig om een antwoord te bieden aan die vraagstukken van de globalisering. Want de schaal van de lidstaten is gewoon te klein. Maar de vraag was, kan het alle drie samen? Kun je en globaliseren, kun je ook die democratie hebben en die nationalistische interventie? Kunnen die dingen met elkaar in samenhang? Ja, dat vind ik wel een interessant concept dat Macron heeft ontwikkeld. Als je een discussie voert over wat is nou precies soevereiniteit. Is soevereiniteit iets dat je koppelt aan de nazistaat? Nou, dat is net zoals een man alleen in de woestijn. Die is ook soeverein, maar die gaat wel dood van de dorst. Of is soevereiniteit iets dat iets kan leveren voor burgers en landen? En als dat soevereiniteit is, dan moet je kijken naar het juiste niveau van handelen. En dat is voor heel veel van die vraagstukken is Europa. Als je die discussie, zoals Macron die wil voeren, zou voeren, dan haal je misschien na verloop van tijd de tegenstelling lidstaat-Europese Unie eruit, omdat de Europese Unie dan een instrument is in de handen van de lidstaten om dingen voor hun burgers voor elkaar te krijgen. En ik vind dat voorbeeld van die belastingen altijd een voorbeeld, tenminste in de verkiezingscampagne die ik nu in alle lidstaten meemaak, dat is iets wat mensen meteen begrijpen. Ja, natuurlijk, ik zeg altijd, Alexa, wanneer gaat Amazon belasting betalen? Dat is iets wat iedereen begrijpt. Het is onbestaanbaar dat zulke grote bedrijven hier miljarden
winst maken en geen belasting betalen. Hoe komt dat, is dan de vraag. Omdat de lidstaten ieder voor zich te zwak zijn om dat op te leggen. Dus moet je het naar een Europees niveau tillen. Het zegt ook iets over de macht van die multinationals. Ja, absoluut. En daar kan de politiek, ook de Europese politiek, niet voldoende tegenop. Je hebt nog niet. Kijk, ik ga even aan deze kant staan, want ja. We willen een waardediscussie vandaag voeren. En de economische discussie laten we, als het om dat soort dingen gaat, voor nu even schieten. Dus zeg even wie u bent en welke vraag u heeft. Ja, goedenavond, ik ben Gabor Landman van de Stichting European Language Rights. En ik had een korte vraag. U heeft het hele tijd over Europese waarden en over onverschilligheid en burgerschap. Maar hoe staat het met uw eigen waarden van Europa? Je hebt Roemenië, dat geen lidstaat is, waar ze heel slecht zijn omgegaan met hun eigen geen rechtsstaat. Waar ze heel slecht zijn omgegaan met hun eigen Joodse minderheid. Daar hebben ze eigenlijk nooit, minderheden worden nog steeds heel slecht behandeld. Je hebt in Nederland een referendum gehad. Mensen zeiden nee tegen Oekraïne, ook vanwege redenen zoals rechtsstatelijkheid. En nu heb je Oekraïne, waar een oorlog wordt gevoerd en waar ze een taalwet hebben gemaakt die gewoon in één woord, dat is onbeschrijfbaar. Het is absurd. Hoe kunt u dat rijmen? Terwijl u het dan de hele tijd hebt over kritiek, dat je kritiek moet hebben, dat je burgerschap moet zijn. U geeft dan gewoon als Europa helemaal het slechte voorbeeld. U gaat er helemaal tegenin. En in Roemenië hebben ze gewoon straatnamen van Antonescu gehad en dat soort dingen. Oké. Ja, en we hebben problemen met Roemenië als het gaat om de corruptiebestrijding. Daar treden we als Europese Commissie tegenop. We hebben problemen met Polen als het gaat om de onafhankelijkheid van de rechtsstaat. Daar treden we als Europese Commissie tegenop. We hebben problemen in Hongarije met meneer Orbán als het gaat om de rechtsstaat, vrijheid van de media, om corruptie. Daar treden we als Europese Commissie tegenop. Het probleem voor de Europese Commissie is als de andere lidstaten eigenlijk het ongemakkelijk vinden om een zondaar eens goed aan te spreken, dan gebeurt er onvoldoende. Dan vloeit die macht weg. Dus het is ook nu zaak om ervoor te zorgen dat alle lidstaten hun verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van degene die zich misdragen. Ik vind Oekraïne eerlijk gezegd een totaal ander verhaal. Dat ging helemaal niet. Er is hier een beeld opgehangen in Nederland alsof dat om lidmaatschap zou gaan. Daar ging het helemaal niet over. Dat ging alleen maar over een handelsverdrag en niet meer dan dat. Nee, maar goed, de vraag gaat natuurlijk wel. Als je aan de ene kant je eigen burgers een bepaalde moraal voorhoudt. Hè, dit is... Ja, maar de hele avond hier gaat toch over het feit dat het niet werkt. Dat we ons zorgen maken daarover, dat het erodeert, herdefinitie. Wat is de definitie van democratie in Polen? Dat is, wij hebben de verkiezing gewonnen, dus wij mogen bepalen welke rechters er komen. Wij mogen bepalen wat in de krant staat. Daar moeten we ons tegen te weerstellen. Maar we hebben deze hele avond ook een discussie over het feit dat dat overal onder druk staat. Het is echt een heel groot probleem. En maar even dat probleem. Terug, ja. Even, wat zou uw antwoord zijn? Want dit is het antwoord vanuit de Unie. We proberen daar wel degelijk het een en ander aan te doen. We proberen die mensen aan te spreken. Wat zou uw antwoord zijn? Ja, zelfkritiek. Je moet heel hard werken aan je geloofwaardigheid. Heel hard werken aan de rechtsstatelijkheid. En dat gebeurt veel te weinig. En het is echt een heel groot probleem. Hm. En het is niet alleen Hongarije. Het is ook Roemenië. Het is ook Oekraïne. En er zijn hele grote diepe problemen. Die waarschijnlijk vergeleken met uw kritiek tegenover bijvoorbeeld de binnenlandse politiek geen pariteit hebben. Omdat ze vele malen ernstiger zijn. En dan heb ik het bijvoorbeeld over totale gebrek aan rechtsstatelijkheid. Dossiers die jarenlang blijven liggen. U heeft het over Oekraïne nu? Roemenië. Maar ik zou het even goed over Oekraïne kunnen hebben. Ja. En dan over wat u had over de jodenvervolging. Daar hebben ze daar in hun geschiedenis ook nogal wat problemen. Ook in Oekraïne. Zeker. Hoe ze daarmee omgaan. En dan druk ik me een beetje voorzichtig uit. Mm-hmm. Dus. Maar ik vrees dat op dat punt heel veel Europese landen nog met hun verleden te worstelen hebben. De vice-burgemeester van Braunau, de stad waar Hitler is geboren, die heeft buitenlanders onlangs nog met ratten vergeleken. Ik bedoel dus, we hebben echt op dit punt een groot maatschappelijk probleem dat niet alleen tot Centraal- en Oost-Europa beperkt is, dat ons allemaal raakt. En volgens mij is het enige antwoord daarop het mobiliseren van de hele grote meerderheid van de Europeanen die dit niet willen, maar die vaak niet zozeer onverschillig, maar wel geïntimideerd zijn door al het verbale geweld en die ook niet zo goed weten hoe ze zich kunnen mobiliseren. We hebben onlangs gezien in Spanje, als dan maar genoeg mensen komen stemmen, kun je ook tegen rechts zeggen, u zit op het verkeerde pad, dan werkt het wel. Dus goed, we gaan ik wil die problemen echt, meneer heeft gelijk met dat hij die problemen signaleert. Ik probeer hem op een eerlijke manier te zeggen wat volgens mij de beste manier is om het aan te pakken de komende jaren. Goed. Laatste vraag, gaat u gang. Nijpaal uit Woerden. Meneer Timmermans, denken jullie dat juist iemand als Orbán of de Brexit eigenlijk goed is voor de eenheid binnen de EU? Want men ziet dus wat de gevolgen kunnen zijn.
Je moet dan dus verder. Graag weer. Nou ja, het is in ieder geval zo dat het Brexit ertoe heeft geleid dat degene in Nederland die voor een nexit waren een beetje in verwarring zijn geraakt. En dan allerlei tussenstappen zijn gaan verzinnen. Omdat ze weten dat ik denk 8 van de 10 Nederlanders helemaal niks voelt voor een nexit. Dat is voor mij niet voldoende. Want kijk, alleen maar bij de Europese Unie blijven omdat we zien dat als je eruit stapt het veel ellende veroorzaakt, is op de lange termijn niet genoeg. Als we niet zeg maar in de komende 5 tot 10 jaar het verhaal van waarom wij met elkaar moeten samenwerken in Europa, waarom diversiteit geen bedreiging is, maar ook een kans biedt, waarom, hoe, op welke manier we weer zeg maar, her kunnen verdelen binnen landen, zodat iedereen meelift als de economie in een andere richting gaat. Als we dat niet binnen 5 à 10 jaar beter voor elkaar krijgen, dan heb ik echt een zwaar hoofd in dat de Europese Unie dit kan overleven. Ga je tot slot. Je kunt je uitspreken. We kunnen het hebben over burgerschap, de rol die Europa daarin speelt, die politiek daarin speelt. Maar wat kun je nu zelf doen? Heb jij nog een last call oproep aan deze zaal? Mijn last call zou zijn aan scholen, aan universiteiten. Leid mensen goed op. Licht ze goed voor. Help ze om kritisch na te denken, om zelf onderzoek te doen en niet alleen maar te googelen. En blijf in gesprek met elkaar. Bravo. Dank. Dank je wel. Alle drie, dank jullie wel. En ook Tom, dank je wel voor jouw 2 interventies. Heel hartelijk applaus. Van Gaia Polak is in de betere boekhandel verkrijgbaar. En het boekje Tussen kwetsbaarheid en weerbaarheid van Tamar de Waal is in kleine oplagen bij de uitgang van deze zaal beschikbaar. En daarna neem gratis, ik aan. Gratis. En gratis, ook belangrijk. Gratis. En het laatste woord, Bo en Jair. Jullie zijn aanstichter van deze bijeenkomsten al een hele tijd. Jullie doen dat met ongelooflijk veel inzet en verve. Ga jullie gang. Ja, dankjewel, Lennart. Ik wilde eigenlijk vooral iedereen uitnodigen voor morgenavond, wanneer Theater naar de Dam begint om 9 uur na de dodenherdenking. Ja, dat is alweer de 10e editie. Er zijn 125 voorstellingen door heel het land. Waarvan 35 in Amsterdam en Carré is uitverkocht. Maar er is nog overal plaats. En wij zijn zeer, ik wil niet zeggen vereerd, maar trots eigenlijk dat niet alleen maar dit gesprekje gevoerd wordt in het kader van de dodenherdenking. En we noemen dat eigenlijk ook bij wat er in de theaters gebeurt, dat we steeds nu als 4 mei komt in de theaters kaatsen tegen de muur van de geschiedenis. Dat we eigenlijk kijken wat die geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en het herdenken daarvan ons kan vertellen voor deze tijd. Maar ook via wat Tom zei, via de leugen en het spel tot de waarheid proberen te komen. Het gebeurt door jong en oud. En misschien even, van de voorstelling in Theater naar de Dam zijn er 35 jongere projecten door heel het land. Jongeren die ouderen spreken over de oorlog en daardoor een idee krijgen wat er in hun stad is gebeurd. En daar dan via verbeelding dan weer dat teruggeven aan het publiek na de herdenking. Ik heb wat dat betreft goede hoop. We zijn het ook al Europees aan het doen. Ik zou zeggen, kom vooral morgen naar een theater. Niet in Amsterdam, dan ergens anders. En heel erg dank voor de balie. En voor deze bijzondere gasten. En hopelijk tot volgend jaar weer. Ja. Dank u wel.